Heb je het vandaag weer gehoord, en? Ja, zoals altijd. Kort voordat ik wegging. En de anderen? Horen die het ook? Volgens Jean raak je er zo aan gewend dat je tenslotte niet meer hoort. Zij is al 2 jaar op de afdeling en hoort het bijna niet meer. En ook Rosie zegt dat ze in het begin bang voor is geweest, maar nu niet meer. Oh, met mij zal het ook zo gaan. Eerst zal ik er niet meer bang voor zijn en tenslotte hoor ik het helemaal niet meer. En dan is alles in orde. Ik weet het niet. Jean zegt dat het verkeerd zou zijn als we ons erover beklaagden. We moeten blij zijn dat we op deze afdeling zijn. De meisjes op de andere afdeling worden de een na de ander ontslagen. En Jean zegt zelfs dat alleen vanwege de sierknopen de zaak nog blijft draaien. En daarom mogen jullie niet vragen waarom de muur afbrokkelt. Het is niet de muur, John. Het zit achter de muur. Ja, Rosie zegt dat het misschien met de fabricage te maken heeft. Maar het is beter geen vragen te stellen. Anders denkt de ouwe dat we erachter willen komen. Ik zou toch wel eens graag een van die knopen willen zien. Oh, ze zijn mooi, John. Kan je van mij aannemen? Ze glimmen heel anders dan alle andere knopen. Matter, hè? Maar ook sterker. Als ik ze aanpak, denk ik vaak dat ik ze net als vruchten tussen mijn vingers kan fijn knijpen. Maar ze zijn heel hard. En meestal aan de ene kant rond. Zo'n knoop heeft een bepaalde kleur. Maar toch tegelijkertijd alle andere kleuren ook. En een van die knopen kost meer dan mijn hele weekloon. Hey, ik kan er echt geen in mijn huis nemen, John. Ook wanneer ik hem de volgende dag terug zou brengen. De oude zou het merken. Dan wil ik er een kopen, hè? En aan jou cadeau doen. Nee. Dat wil ik niet, John. Dat wil ik niet. Ik zou dan altijd het gevoel hebben dat ik iets vreemds bij me droeg. Mm-hmm. Iets vreemds. En voor zoveel geld. Een hele weekloon. Ik wou dat je geen weekloon meer nodig had, Anne. En dat je daar nooit meer naartoe zou hoeven. Ik ook wel. Het is opgehouden met regenen, zie je wel? Wat ik zeggen wilde, John. Dat geluid in de zaak, dat klinkt toch niet helemaal zoals regen. Eerder als hagel. Of als het knetteren van vuur. Alweer? Dat hoor ik helemaal niet meer. En als je hier een tijdje bent. Ja, als ik hier 10 jaar zijn, ik zou er telkens weer van schrikken. Dat denken ze allemaal in het begin. 6 weken terug had ik me ook nog niet kunnen indenken dat ik er niet van zou schrikken. Jullie moeten maar eerst 2 jaar op de afdeling zijn. Ik geloof dat ik zou schrikken als ik het niet meer hoorde. En in het begin? Oh, ik weet niet meer wat voor een indruk het in het begin op me maakte. Ja, maar het moet toch een oorzaak hebben? Oh. We zouden toch best naar de ouwe kunnen gaan en het hem vragen? Misschien is het allemaal heel eenvoudig. Mogelijk. En misschien weten Bill of Jack het zelfs wel, als je vertegenwoordiger bent. Ze weten het zeker. Waarschijnlijk hangt het met de fabricage samen. En heb je het niet gevraagd, Jean? Al die 2 jaar heb je er nooit naar gevraagd? Omdat het me niets aangaat. De fabricage is geheim. Ik wil niet ontslagen worden. Maar je bent toch bevriend met Bill? En ik wil dat het zo blijft. Misschien worden de knopen gebrand? Ja, misschien. Of gedraaid? Maar we hebben al lang geen nieuw model meer gehad, Jean. Het laatste was net nieuw toen ik kwam. Welk? Margaret. Is dat de blauwe knoop? Ja, de blauwe. Margaret. Kort daarvoor waren ook Sylvia en Grace ontstaan. En was jij toen helemaal alleen hier? Tot Rosie kwam. En was je niet bang toen je het voor het eerst hoorde, Jean? Bill heeft me meteen gezelschap gehouden. En ook Jack. Nee, ik geloof niet dat ik bang was. Ook niet heel in het begin? Heel in het begin. U bent waarschijnlijk het nieuwe meisje. Ja, ik meen van wel. Ah, je hebt geluk gehad. Ik voel me ook gelukkig. Op de andere afdelingen worden ze allemaal ontslagen, alleen hier. Is dit een bijzondere afdeling? Ja, voor sierknopen.
Volgens mij de enige die tot het laatste zal blijven. Maar je hebt helemaal niets bijzonders te doen. Alleen knopen sorteren en dan tellen. Wat een mooie knopen. Mm. Ze hebben allemaal een naam. Deze is Grace. En dit Margaret. En dit zijn de vakken waar ze thuis horen. Ik geloof dat ik me gauw op mijn plaats voel. Dat is te beter. Ik heet Bill en ben vertegenwoordiger. Ik heet Jean. Nou, op een goede samenwerking, Jean. Dat hoop ik. We zullen veel met elkaar te maken hebben. Wat is dat? Nou, ben je toch geschrokken, Jean? Ik voerde alleen maar in gedachten een gesprek met Bill. Mijn eerste gesprek, nog eens opnieuw. Toen ik kwam, heeft Jack mij ontvangen. En waarschijnlijk heeft hij hetzelfde gezegd. Ik zou wel eens willen weten waarom het hier zo warm is. Het af en toe alles voor mijn ogen draait. Dat komt door de elektrische oven. Die droge hitte. Jullie mogen blij zijn dat jullie het warm hebben. Ik zou wel eens willen weten wat er met al die knopen gebeurt die we elke dag sorteren. Wat de ouwe ermee doet. Als hij er één verkoopt, leeft hij er een hele tijd van. Bill zegt alleen de provisie al. Ja, maar de anderen die overblijven. Maak je daar geen zorgen over, Anne. Ik vraag me af, waar komen die knopen vandaan? Nou, waarvan worden ze gemaakt, Anne? Van stof en schildpad en ivoor. Ik bedoel die in jullie afdeling. Als ik dat eens wist, John. Maar als je ze toch aanpakt, en als je er met je vingers overheen gaat, 1000 keer per dag. Dan weet ik ook alleen maar waarvan ze niet gemaakt zijn, John. Maar er moet toch iets zijn waarmee je ze kunt vergelijken? Hout bijvoorbeeld, of glas? Het is alsof ik kersen van een boom trek. En alsof ze allemaal steenhard zijn. Ik zou ze tussen mijn tongen verhemeld willen warmen en ze weer vruchten laten worden. En toch kan ik het niet, omdat ik ze moet tellen. Ach, ik praat onzin. Jean was vandaag erg moe. Ik ben het nu ook. Ze moet me aangestoken hebben. Het is helemaal geen onzin, Anne. We moeten blij zijn, John. Als ik blij ben ik het liever uit eigen beweging. Doe nou, John. Je bent veranderd, Anne. Je gezicht... Het is hier alleen maar donkerder geworden. Dat groene licht, dat uit zeepom is ook nog verdwenen. Laten we naar huis gaan, John. Breng morgen nou eens een knoop mee, Anne. Breng er eentje mee. John? Barbara, June, Margaret. Schrijf uit, Rosie. Ik tel alleen maar hardop. Tel dan zachtjes. Waarom? Het klinkt alsof je iemand roept wanneer je 3 maal achter elkaar Margaret zegt. Je zou even goed kunnen zeggen en, of June. Waarom ook niet? En. Doe eens stil, Rosie. Jean. Zeg toch iets, Jean. Jean, klinkt werkelijk goed. 5:06. Wil je me de spiegel even aangeven, hè? Je bent knap, Jean. Laat me met rust, Rosie. Ik meen het. Vind je ook niet, Anne, dat Jean vandaag een beau jour heeft? Ik vind dat Jean er veranderd uitziet. Dat is niet aardig van je, Anne. Dat betekent dat ik al... Dat wilde ik niet zeggen. Maar je ziet er zo glad uit vandaag. Glad? Er staat geen haartje bij jou overeind. Waarom zou mijn haar overeind staan? Ik bedoel, de wind heeft er geen vat op. Hoe zou de wind er vat op hebben, nou er geen wind is? En zou het klaarspelen. Haar haren zou nog in het luchtledige fladderen. In het luchtledige? Nu weet ik het, Jean. Zo zie je eruit. Jean, het is helemaal in orde. Alsof je in een luchtledige ruimte was. Alsof je zo zou blijven. Ik zou best in mijn schik zijn als ik zo bleef. Wat zeg je toch allemaal, en? Niets. Maar ik zou niet graag voor altijd zo blijven als ik nu ben. Goh, kunnen jullie de deur niet openzetten? Je krijgt geen lucht hier. Maar je kan gaan als je lucht wil, Anne. Het slaat net 6:00. Ik ga ook. Niet meer kibbelen, kinderen. Ik voel me erg goed vandaag. En Bill vindt je aardig, Jean. Goedenavond. Doe de deur achter je dicht, Anne. Ik voel me moe, Rosie. En het zou ik niet erg vinden als mijn ogen niet aldoor kleiner werden. Ach, kom Jean, zolang je nog maar mee kan kijken. Als Bill komt, kijk ik er niet meer mee. Als Bill komt, gaan je de ogen open. Oh, ik wou dat hij al kwam, dan konden ze rustig dichtvallen. Hij zal wel gauw komen. Dag Jean. Rosie. Is er nog wat?
Alles wordt kleiner als je zo moe bent. Slaap zacht tot Bill komt. Het lijkt dat het ook mijn mond kleiner wordt. Mond en ogen. Slaap zacht, er is geen mens in huis. Mond en ogen, Rosie. Maar ik kan ze niet meer dicht doen. Als je zo moe bent, worden ze klein zonder dat je ze dicht kan doen. Jij alleen wordt groot, Rosie. Jij wordt reuze groot. Laat de deur open, Dien. Zo groot als de deur. Als die open deur. Rosie. Ik kan mijn ogen niet meer dicht doen. Alsof ze altijd zo zullen blijven. Zo klein en half open. Net alsof ik twee gaten in mijn hoofd heb, anders niet. Bill, ben jij het? Nee, ik ben het maar. En? Waarom kom je terug? Moet ik mijn muts vergeten hebben, het is zo winderig buiten. Mijn ogen worden hier steeds kleiner. Wil je een stuk met me oplopen, Jean? De wind zal je goed doen. Ik wacht op Bill. Tot ziens dan, Jean. Nou ben jij ook zo groot als die open deur, Anne. Weer vandaag. Goedenavond, Bill. Hoe ging het met de verkoop? Altijd hetzelfde liedje, de mooie gaan en de andere blijven liggen. Je zou alleen maar mooie moeten hebben, Bill. Ik zou alleen maar mooie moeten hebben, Jean. Liefje. Lieverd. Waar zijn de anderen? Rosie heeft een afspraak met Jack en ik geloof dat Anne ook is weggegaan. En wij? Ik voel me zo wonderlijk vandaag, Bill. Ben je ziek? Niet ziek, alleen maar wat moe. Ik voel me op een wonderlijke manier goed, Bill. Op een heel wonderlijke manier goed. Zo glad en rond. Dat is goed, Jean. Dat is goed als je je zo voelt. Zeg, kalmerend. Waar zullen we heen gaan? Overal heen. En wat zullen we gaan doen? Van alles wat je maar wilt. Van alles? En als ik zou zeggen, laten we ergens naar een tentoonstelling gaan? Niet ergens heen waar ik moet kijken. Of laten we gaan luisteren naar een concert? Niet naar iets waarnaar ik luisteren moet. Dus, dan ben je zeker zover. Dus, dan ben ik zover. Dan roep ik de oude. De oude? Nee, niet de oude. Ja. Ja. Ik ben blij dat je eindelijk meegaat, Jack. Mijn moeder heeft dat weekje vergeefs met de thee op je gerekend. Vandaag zal het niet vergeefs zijn, Rosie. Eindelijk. En je moet ook niet verlegen voor mijn ouders zijn, hoor. Ze verheugen zich erop. Ze zeggen dat ze eindelijk degene willen leren kennen die me zo veranderd heeft. Veranderd? Werkelijk, Jack. Iedereen vindt dat. Ik ben knapper geworden. Mijn moeder zegt dat ze zich vroeger nergens met me kon vertonen. Maar nou zie ik er eindelijk uit zoals iedereen. Sinds ik jou ken. Dat is goed zo, Rosie. Nou kunnen ze zich eindelijk met mij onder de mensen begeven. En dat allemaal omdat jij... Werkelijk dat je niet veel eerder meegegaan bent, Jack. Jullie wonen zo ver weg? Vind je ook niet? Het lijkt mij ook al door verder toe. Iedere stap die ik van de zaak af woon is me te veel. Het liefste bleef ik voortaan naar binnen. Oh ja? Dan ging ik nooit meer weg. Zou ik nooit meer van jou vandaan hoeven. Iedere dag vraag ik me af waarom ik nog naar huis moet. Ja, waarom eigenlijk? Ik meen het, Jack. Mijn voeten worden elke avond zwaarder. Het begint al als ik door de stad naar de ondergrondse ga. En ook tijdens de rit. En pas goed wanneer ik hier uitstap en de spoorbrug oversteek. En als ik dan de weg op ga, kan ik ook niet groeten, Jack. Ik groet nooit meer terug. Ik kijk eenvoudig naar de grond. Ik heb niemand meer iets gemeen. Behalve met jou. Dat is fijn, Rosie. En als ik dan hier naar boven ga, ben ik mijn adem kwijt. En dan reik ik mijn kracht niet verder dan... Hier zijn we, Jack.
thuis? Nee, bij de eerste brievenbus. Hier moet ik altijd uitrusten. Hier leun ik tegen, leg mijn hoofd op mijn arm. Het is een leuke brievenbus. Hier moet ik al mijn kracht bijeen rapen, dat ik niet terugloop. Naar jou, Jack. Dat is lief. En naar de zaak. Dat is heel lief van je. Ook vandaag, Jack, of schoon je toch bij me bent. Ik zou ook vandaag naar de zaak terug willen. Waarom gaan we dan verder? Ja, waarom gaan we dan verder? Waarom moet je al je krachten bijeenrapen als het ook op een eenvoudige manier kan? Ik weet al vooruit wat mijn moeder te vertellen heeft. En onze voortuin ziet er precies zo uit als wel andere. En we hebben ook strobloemen voor de ramen. Ik kan het me precies voorstellen. En onze gordijnen hangen precies zo wit en slapjes naar beneden als overal. Er is geen verschil. Ik weet het. Laten we omkeren, Jack. Ik wou dat het dan morgen was, dat ik hem had teruggegeven. En dat niemand had gezien dat ik hem heb meegenomen. Laat hem liggen, Anne. Waarom? Omdat ik niet wil dat je hem aanraakt. Hey, ik haak elke dag veel meer knopen aan. Ik wil zien hoe hij er op zichzelf uitziet. Het is een oude knoop, John. Oh, we hebben er veel mooiere. Maar ik nam deze mee omdat ik dacht dat het minder opvalt. Hij heet Grace. Grace? Van het nieuwe zijn er altijd maar weinig. Maar hier zijn er veel van. Vaak grijp ik met beide handen in de doos. En dan heb ik er niets van Grace in. Ook van Margaret zijn er genoeg. Hij ziet er heel anders uit dan in zijn vak. Oh, John, ik wou dat ik hem al wat teruggegeven had. Als ik een meisje was, dan zou ik hem niet op mijn japon naaien. Je wou hem mij cadeau doen. Ik wou hem zien. Moet ik het licht aandraaien? Het is toch licht genoeg? Het is zo'n wonderlijk licht vandaag. Net alsof er regen komt. Maar alsof er dan midden in de kamer regen komt. Alles is zo dichtbij. Jouw gezicht, John. Net of je dicht naast me zit. Nog veel dichter. Weet je wat het is, hè? Alsof je andere ogen en een andere mond hebt. Het zit hem in de knoop. De knoop? Het zit hem in het licht van de knoop. Maar het glanst zoals ik me voorstel dat beenderen glanzen. Weet je hoe je er nu uitziet, John? Alsof je mond en neus en oren had. Maar alles los van elkaar. Alsof je mond was en neus en ogen en oren. Maar niet jezelf. Alsof niets je bijeen hield. Alsof je helemaal niet bestond, John. Alsof je nooit bestaan had. Draai het licht aan, hen. John, Margaret, Grace, Gladys, John... Denk jij dat Jean vandaag nog komt opdagen, en? Ik weet het niet. Misschien is ze ziek. Ze zegt gisteravond al dat ze waarschijnlijk... Bill zal wel van op de hoogte zijn. We zullen het Bill vragen als die komt. Maar en, Jean moet wel heel ziek zijn als ze niet komt. Ze zei de laatste tijd voortdurend dat ze het zonder knopen niet meer kon uithouden. En zonder Bill? Bill en de knopen, dat is vrijwel hetzelfde. Ik weet het niet. Ik kan het goed begrijpen, en... Omdat met mij hetzelfde geval is. Ik verlang zondags naar de knopers zoals ik naar Jack verlang. Als hij zondags werkt. Jack en de knopen. Ik zou niet graag zeggen John en de knopen. John is ook geen vertegenwoordiger. Nee. Maar als hij het wel was. Hij zal het nooit worden. Waarom niet? Hij zou er blij om zijn. Laat hij maar liever wachten tot hij werk in de haven vindt. Wacht maar tot je wat langer hier bent, Dan. Dan snak je zondags net zo naar de knopen als wij. Ja, daarvoor zou ik een eeuwigheid hier moeten zijn. Een eeuwigheid. 17:15, Rosie. Oh, nu komt ze niet meer. Ik ga nou, en ik ga vandaag vroeger weg. Ik wilde... Jack wilde... Ga maar. Blijf jij ook niet te lang? De tijd is zo om. Tot ziens, en? Tot ziens. Niet bang zijn, en... Toen, Margaret, Grace, Gladys, Barbara, Toen. Ben jij nog, Rosie? Is er iemand? Ja, jij, als ik het wel heb. Bill, ik heb
schrik. Ik dacht... Is Gina niet? Nee. De hele dag niet? Nee. Ziek? Ik dacht dat jij wel zou weten. Jij denkt altijd en dat is fout van je. Is er dan niemand bereid je dat af te wennen? Ik ben blij dat ik het me aangewend heb. Jammer. Anders had ik mezelf aangeboden. Jean zal wel ziek zijn. Ja, dat zal wel. Hier ligt een Grace in het vak van Glennis. Een Grace? Jij moet beter opletten, Anne. Eergisteravond ontbrak diezelfde Grace en we moesten de hele zaak omkeren. Hij lag toch hier? Jij moet niet zoveel denken bij het tellen, Anne. Ik ben vertegenwoordiger, maar wat dacht je als ik bij de verkoop aan wat anders zou denken? Ik denk helemaal niets. Laten we daarop drinken. Nee, ik drink vandaag liever niets, Bill. Ik moet gaan. Jammer. Het zou een reden geweest zijn voor een klein feestje. Een ogenblik lang dacht jij helemaal niets. Ik ga nu. Maar mogelijk halen we de schade in. Misschien morgen. En? Ik was helemaal alleen met hem, John. Maar ik heb het hem niet gevraagd. Behalve wij was er geen mens in huis, maar ik heb het hem niet gevraagd. Ik kon het eenvoudig niet over mijn lippen krijgen. Tja. Ik wist niet hoe ik moest beginnen. En ik was zo bang dat ik opgezegd zou worden. Ik wou dat je al opgezegd was. Dat zeg jij zomaar. Wat moet het dan van ons terechtkomen, John? Jean zegt ook dat ze het om die reden nooit heeft gevraagd. Ze heeft er altijd rustig naar geluisterd. Wil jij Jean vandaag niet opzoeken? Ik wou het wel, maar ik heb er nog eens over nagedacht. Ze woont bij vreemde mensen. Ik weet het huisnummer niet. En wie weet of ze er wel op gesteld is. En dan, ik word liever niet ook nog eens ziek. Ik kan het me echt niet voorloven. Altijd uit de droge hitte naar buiten in die natte wind. Het ligt ook trouwens helemaal uit onze richting. Ik ben Bob tegengekomen. En hij zei dat er een kans was. Hij had iets opgevangen dat er werk was. Ik moet vandaag na 7 uur op het Veemkantoor komen. Ga je mee, Anne? Oh, alleen maar om te horen dat het weer niets wordt. Goed, John, en jij zegt dat ik bij de knopen weg moet. Ik zeg het nog altijd. En ik hou niet op het te zeggen. Jean is ook ziek geworden. Door dat ellendige weer. Van de kou en de sneeuw die geen sneeuw is. Van de droge hitte en het kunstlicht. Misschien van allebei, John. Als ik ons hier zie, op deze smerige weg. De opkomende mist en de natte wind. Dan ben ik blij wanneer ik aan de droge hitte en het kunstlicht denk. Dan ben ik blij dat tenminste ik... John, ik denk opeens aan iets. Ik zou Bill kunnen vragen dat hij, ook jou... Ik bedoel niet dat ik weg zou gaan, John, maar jij zou erbij moeten komen. Als vertegenwoordiger of zo. En dan zou ik later ook weg kunnen. Wacht er nog even mee, Ann. En laat ik vandaag nog 1 keer naar het Veemkantoor gaan. Jij kunt gaan, John. Maar ik ga niet meer mee. Ik ben het beu om op onzeker werk te wachten. Bill zegt dat onze knoop het enige is waar altijd vraag naar blijft. Altijd zullen er mensen zijn die ze kopen, zelfs als al het andere... Zelfs als alle anderen zullen verhongeren. Er zullen altijd mensen zijn die jullie belachelijke sierknopen op hun kleren naaien, waar ze niet horen en niet vragen wat ze betalen. En mensen als jij, die het zich laten welgevallen, dat het achter de muren knettert. En dat het elke dag later wordt. Alleen maar tot Jean weer beter is. Bill zegt dat ze niet meer zo lang willen wachten. Nog 3 dagen. En als Jean dan nog niet terugkomt, moeten ze een ander nemen. Nog 3 dagen, dat wordt een week. Maar dat weekloon van jullie... Het betekent een knoop. Nog geen knoop zijn jullie ze waard, Anne. Toch, John. 1. Precies 1. Het spijt me, kinderen. Maar als het zo doorgaat, moeten jullie zondag hier blijven. Zondag? Ja, er zit niks anders op. Wat hier is, moet allemaal geteld worden. Die berg moet weg. Het maakt voor mij geen verschil meer. Maar voor Ann wel, is het niet? Ann is het er niet zo helemaal mee eens. Ik blijf wel. Geen afspraak, Ann? Nee. Dan is het goed. Dat maakt de zaak voor allemaal gemakkelijker. Ik ben al lang blij dat ik zondags niet thuis hoef te zijn. We zullen alles doen om het jullie zo prettig mogelijk te maken. Misschien komt er ook een nieuw model. Oh ja, daar verheug ik me op. Sinds ik hier ben is er geen nieuw model meer geweest. En als Jean toch nog voor zondag komt? Het zou natuurlijk alles veranderen. Maar eerlijk gezegd, ik geloof het niet. Wie tot vrijdag wegblijft, komt ook op zondag niet meer. Zondag en
Juist op zondag. Ja, omdat Jean is uitgevallen. Maar we hadden toch afgesproken. Je moet er niet zo'n teleurgesteld gezicht zetten. Maar we zouden toch... Ik kon toch niet anders als alle anderen... Alle anderen, Rosie. Ja, en Bill. Bill. Precies, waarom vergeet ik die toch altijd weer? Als jij vertegenwoordiger bij ons was, kon je de hele zondag bij me blijven, John. Doodjammer dat ik dit niet ben. Ja. En ook niet wil worden. Wat jammer, hè, dat ik geen vertegenwoordiger bij jullie wil worden om bij jou te kunnen zijn. Neem het dan niet zo zwaar op, John. Het gaat toch maar om één zondag. En dat alleen maar omdat Jean niet gekomen is. En s'avonds? Hoe staat het met vanavond? Dan zouden we met z'n allen iets gaan drinken. Zeker ook omdat Jean niet gekomen is. Laat me toch met rust, John. Op je gezondheid, Anne. Je bent dus toch gekomen. Ja. Daar ben ik blij om. Zeg, Bill. Ik ben gekomen omdat ik dacht dat alle anderen ook zouden komen. Is het heus, Anne? We hadden toch afgesproken Anne, dat we alle... ik hoopte bijna dat je was gekomen omdat je dacht dat de anderen niet zouden komen. Oh, nee. Ik hoop het nog altijd. Ja, maar Bill, we zouden toch... Maar hoe dan ook, je bent er. Zullen we daarop drinken? Ja, we zouden vandaag het nieuwe model vieren. Het nieuwe model komt pas zondag. Oh, dan vraag ik me toch af. Vandaag vieren we jou. Maar ik zou niet weten waarom, Bill. Werkelijk niet. En? Ik zou niet weten wat er aan mij de moeite waard is om te vieren. Een nieuw model ben je me nog altijd waard. Op je gezondheid, en. Bill... Op je gezondheid. Ik ben toch blij dat ik gekomen ben. En overmorgen... Overmorgen vieren we die nieuwe knoop. En overmorgen... Er zal nu altijd wat te vieren zijn. Altijd heel veel knopen. Heel veel knopen. En heel dikwijls, Bill. Zo dikwijls als je wilt. Oh, ik ben blij. Als ik me voorstel... Moet je nu niets voorstellen. Als ik eraan denk... En ook nergens aan denken. Als ik me herinner... Dan moet je niets herinneren. Het zou me ook langzamerhand te veel geworden zijn. Ik was al bijna zo ver dat ik... Alles wordt nu heel eenvoudig. Ik zou het wel willen. Alles? Oh ja, Bill. Mijn kleine en. Oh ja, ik zou heel klein willen worden. Meen je dat? En? Zo klein dat ik... Dat ik jou nog net in mijn hand zou kunnen houden. Dat zou ik graag willen. Ja? Oh ja. Maar de wijn is me helemaal de baas geworden... En je bent klein, en heel klein. Ja, maar ik moet weg. Zo klein dat je geen stap meer kunt verzetten. Ik geloof dat jullie vandaag de nieuwe knoop al vieren. John. Goedenavond. Dit is Bill. Ik dacht meteen al dat ik het zelf niet kon zijn. John, alsjeblieft. Ik zou het feest graag meemaken. De nieuwe knoop komt pas overmorgen. En ik zou hem zo graag al was het maar één keer in mijn hand gehouden hebben. Te vroeg. Oh, dat is dan jammer. John, blijf toch. Dank je zeer. Maar ik ben nog net groot genoeg om een paar passen te doen, Anne. En die kans zou ik graag benutten. John. Anne, blijf. Blijf, Anne. Waar wil je heen, John? Overal waar jij niet heen wil. Wat betekent dat? Misschien ga ik naar de haven. Naar alles wat nu niet meer op jouw weg ligt. Misschien ga ik ook aan Jean om het zaakje af te ronden. Misschien interesseert het mij erachter te komen wat er scheelt. En waarom dagenlang niemand het de moeite waard vindt om haar te informeren. Zelfs niet jou, meneer Bill. Je doet Bill onrecht, John. Je mag niet zo zwaar opnemen. We wilden immers alleen maar wat drinken. Ik weet het wel. Ik neem alles veel te zwaar. Jullie wilden alleen maar wat drinken. En het klettert maar een heel klein beetje in jullie zaak. Het is pas 8 dagen geleden dat Jean ziek werd. En dat jij niet bij haar op bezoek bent geweest. Dat is jouw zaak. Ja, dat weet ik. Ja. Jij kunt geen werk vinden, John. Maar iedere dag maak je mij van streek. Iedere dag vraag je me over dat belachelijk kleine beetje lawaai in de zaak. Je verlangt van mij dat ik naar Jean ga. En misschien zelf ziek. Wordt. En je verlangt dat ik mij afzijdig houd, wanneer alle anderen wat gaan drinken. Ik vraag me af wat er van ons moet worden, als ik doe wat jij van me verlangt. Ik vraag me af wat er van ons worden moet als je dat niet doet. Zie eindelijk maar eens een baan te krijgen, John. En kom dan bij me terug. En vertel me dan alles nogmaals. Er zijn gevallen dat je daar niet op kunt wachten. Maar in mijn geval niet, John. Allang niet meer. Goed dat ik het nu te weten kom. Ga maar, John. Ga maar naar je haven. Ga maar naar Jean als je geen ander werk vindt. Dat zal ik, Anne. Daar kun je zeker van zijn. Laat het toch gaan, Anne. Oh. Nu wordt alles heel eenvoudig. En toen zei hij, nu wordt alles heel eenvoudig.
Dat zeg ik al lang. En John? Hij zei in zijn kwaadheid dat hij bij Jean op bezoek wou. Hij dacht dat Bill en ik... Ik ben benieuwd of je vandaag weer op wacht beneden. Ik weet het niet. Maar ik zou het liefst niet naar beneden gaan. Werkelijk, Rosie. Het liefst zou ik de hele nacht hier blijven. En zou je dan niet bang zijn? Nee. Ik zou niet bang zijn. Ik ben nu bang om naar huis te gaan. Voor die eeuwigdurende kou en de regen buiten. Voor John die klokslag 6 uur beneden op mij staat te wachten. Wie weet, krijgen we het nog een keer voor elkaar dat we ook de hele nacht hier kunnen blijven. Wie weet... En daarom dacht ik, ik kom toch bij jullie. Ik wil knopen verpakken of dozen inladen. Het kan me allemaal niet schelen. Toen ik gisteravond buiten rondwaalde, wist ik opeens dat ik het beu was. Ik dacht dat je Jean wilde gaan opzoeken. Ik wist niet eens haar huisnummer. Het was ook veel te laat. Dat dacht ik meteen al. En waarom zou ik me over Jean ongerust maken, zolang jij met Bill samen was... En hij op het ene cognacje na het andere trakteerde. Ik kon het hem niet weigeren. Het hield verband met de zaak. Daarom juist, Anne. Alles hangt met de zaak samen. En ik kan het niet verwerken dat jij daar de hele dag vast zit en nu ook nog de avonden. Terwijl ik... Ik was vandaag ook weer op het Veemkantoor. Er was niets. Je had je de moeite kunnen besparen. Alle moeite. Dat kon ik vooruit niet weten. Toch wel, dat kon je wel weten. Van nu af aan doe ik geen moeite meer. Heb je wel wat lang voor nodig gehad. Ik had ook nooit kunnen dromen dat ik nog eens op een dag knopen zou verpakken in plaats van wat anders. Je zult zien hoe gauw je je op je plaats voelt. Ik weet het niet. Ik weet niet eens of ze me wil nemen. Oh, ze nemen je vast, John. Als ik bij de directie een goed woordje voor je doe. Oh, John, liefste. Als jij dat wilt, als je het werkelijk wilt, dan wordt alles anders. Dan is alles goed. Dan zijn we altijd bij elkaar. Ja, daarom en ik kan eenvoudig niet langer. We hoeven ons nu om niets meer bezorgd te maken, John. Niet om Jean, niet om de fabrikage. Er staat voor ons te veel op het spel. Ik ga er maandag heen. Ja, maandag. Dat is goed, John. Het lijkt me veel te lang dat ik niet al morgen kan komen om je te helpen, Anne. En dat ik je de hele zondag alleen moet laten. Die zondag, John. Daar komen we ook nog wel overheen. Gek, hè? Om op zondag hier te zitten. Vind je niet, Anne? Ja, het is stiller dan anders. Ik ben blij dat ik hier ben. Zo stil als thuis, als mijn moeder gaat rusten en mijn vader naar de dierentuin gaat, is het nog lang niet. Ik ben benieuwd of... Waar ben je benieuwd naar, Anne? Is het stil, Rosie? Wat heb je? Luister eens. Ik hoor niks. Het waren ook mijn voetstappen op straat. Ik dacht eigenlijk... Wat dacht je, Anne? Ik ben benieuwd of we het vandaag ook horen. Wat? Wat we anders altijd horen. Ach, kom, Anne. Ik ben er werkelijk benieuwd naar of we het vandaag ook zullen horen. Ik zou niet weten waarom we het vandaag niet zullen horen. Ja... Waarom zou het eigenlijk vandaag niet horen? Kwam Jack nou maar. Het is pas 4 uur. En Bill, is het niet? Wat bedoel je? Niets. Jack zei alleen dat hij wou... Dat Bill wou... Wat wou hij? Hij wou de nieuwe knoop meebrengen. Het moet een mooie knoop geworden zijn en... tomaatkleurig. Zo... Jack zegt dat het er eerst op leek alsof je een aardbeikleur zou krijgen. Maar nou is hij toch tomaatkleurig geworden. En langwerpig. Ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat een knoop aardbeikleurig of tomaatkleurig wordt. Jack zegt dat het er eigenlijk helemaal niet op aankomt. Verkocht wordt hij in elk geval. Ja. En bovendien zegt Jack, blijft het daar niet bij? Volgens hem komen er nog meer nieuwe knopen. En gauw. Wat wordt het hier warm... Buiten ziet het eruit alsof het gauw gaat regenen. Heimwee naar de haven, en? Laat me met rust, Rosie. Dat doe ik toch. John, Margaret,
Grace. Margaret. Grace. June. Heus, en het wordt tijd dat we eindelijk nieuwe knopen krijgen. Hoor je het nu? Ja. En eigenlijk klinkt het erg plezierig. Echt waar, vandaag ben ik blij dat ik het hoor. Je voelt je er minder verlaten door. Het maakt de zondag gelijk aan alle andere dagen. Het heeft langer geduurd dan anders. Dag meisjes. Bill, daar ben je dan eindelijk. Hey, dag Jack. Dag kinders. Fijn dat jullie ook op zondag hier bent. Net of we samen al een gezellige grote familie zijn. De dag heeft lang geduurd. We wilden eerst het juiste licht afwachten. Voor onze nieuwe knoop. Het juiste licht? Of liever de juiste donkerte. Dan kunnen jullie beter die bijzondere glans zien. De tomaatkleur. Bij alle andere dingen wacht je het licht af. En als het in de zaak al donker is, dan neem je ze mee naar de deur om nog het laatste straaltje zonlicht erop te krijgen. Bij alle andere dingen. Juist om bij daglicht niet teleurgesteld te worden. Jij bent een verstandig kind, Anne. Maar bij sommige dingen gaat het erom 's nachts niet teleurgesteld te worden. En die soort dingen worden over het algemeen beter verkocht dan alle andere. Stierknopen bijvoorbeeld. Dat leer jij nog wel, Anne. Zoals deze hier. De nieuwe knoop. Zullen we hem nu vieren? Dan kunnen we meteen nog eens het ogenblik vieren waarop jij aan niets dacht. En dat ogenblik moet je niet vergeten. Oh, is hij niet prachtig. Dat was een groot moment. Het is een mooie knoop. Ja, hij is gelukt. Met grote moeite. Hij ziet eruit als... Ik zou willen zeggen, hij ziet eruit als een knoop. Ik heb die vergelijking als het knopen betreft altijd nog het beste gevonden. Zijn er nog meer van? Ja, zijn er nog meer van? Ik dacht dat er van knopen altijd een heleboel waren. De ene is net zo mooi als de andere. Kijk maar. Oh, en kijk eens. Hier. En hier. En hier? Wat zou je met een enkele moeten beginnen? Op je gezondheid, Anne. Rosie? Hoe jammer dat Jean er niet is. Ze wou altijd zo graag mee feest vieren als er een nieuwe knoop was. Ze wilde er altijd van begin af aan bij zijn. Ja, erg jammer. En ook dat ze niet meer komt. Komt Jean niet meer? Nee, Jean komt niet meer. Naar het zich laat aanzien is het op te veel geworden. Het arme kind, dat ze nou... Zullen we klinken? Op Jean. Ik dacht dat we op de nieuwe knoop zouden drinken. De knoop heet Jean. Dat is fijn, Bill. Dat zal Jean plezier doen. Zo hebben we haar hier bij ons, ook als ze er niet is. Op Jean. Op Jean. De knoop heet Jean. Goedenavond, John. Dag, Anne. Ben je daar? Ben ik er werkelijk, John? En liefde, zo dichtbij en zo zeker als... Als de knoop op je jas. Voor mijn part als de knopen op mijn jas. Als iets dat altijd bij me blijft. En wanneer je daar langer moet blijven, dan blijf ik nou ook langer. En als je zondags moet werken, dan werk ik mee. Zelfs als het nacht moet worden van nu af aan. Anne, wat scheelt je? Anne? Mij scheelt niets. Het was te veel voor je. Al die zorgen de laatste tijd en deze week dat elke dag later werd en ook nog de zondag. Maar nu wordt alles goed. Ja. Werkelijk, Anne. Ik denk er vandaag nog wel de hele dag aan waarom ik niet al lang bij jullie werk. Waarom ik zo lang geen besluit genomen heb. Ik kan het niet begrijpen. Het kwam door dat geluid in onze zaak. Ja. Ja, door het geluid in jullie zaak. En omdat de fabrikage geheim is. De fabrikage is overal geheim. En omdat er een nieuwe knoop zou komen. Huh? Dat is toch geen wonder in een knopenzaak, Anne. En omdat Jean niet meer kwam. Laat dat nou maar rusten, Anne. Ja, ik weet zelf niet meer waarom ik het eergisteren nog zo belangrijk vond om erop te zoeken. Misschien omdat vandaag de nieuwe knoop er al is, John. Tomaatkleurig. Tomaatkleurig? En langwerpig. En weer als een vrucht die geen vrucht is. En daarom... Misschien ook daarom, omdat hij al een naam heeft. Hoe gaat hij heten? Jean. Huh? Wat bedoel je, Anne? Jean. 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 Gladys. Grace. Kan ik jullie maar verwarmen? Kan ik jullie maar onder mijn tong zacht maken? Jean. 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 En? Ja, ik kom al. Waarom sluit je je op?
omdat ik nogal vroeg vandaag hier was. En ik dacht zo wanneer een vreemde zou komen en al die knopen. Ben jij daarom ook vroeger gekomen? Waarom? Vanwege de nieuwe knopen, om ze weer gauw terug te zien. Ik ook, daarom ben ik ook zo vroeg. Ik verlang daarnaar. Ik heb er de hele nacht van gedroomd. En wat heb je gedroomd? Ik droomde dat ze een zee van vuur vormden met eigenaardige inhammen en baaien. En het vuur wilde steeds oplaaien en uit de baaien kruipen. En dat kon niet. En toen was ik blij. En toen was je blij? Ja, toen dacht ik dat het nu voor ons altijd zondag blijft, omdat we de nieuwe knopen hebben. Altijd zondag? Alsof alle andere mensen in de dierentuin waren, alleen wij niet. Wij waren stiekem hier en sorteerden knopen. En natuurlijk helemaal vrijwillig. En alsof het... ja, alsof het altijd net over vieren was en we gauw Bill en Jack konden verwachten. En dat het donker werd en dat we niets anders hoorden dan een paar passen beneden op straat. En niets meer dat deed denken aan de zee. Niet eens meer het zwakke luiden van het noodkerkje in de haven. Wat zeg je, hè? Oh, ik zei over vieren. Dat is de tijd waarop ook op zondag geen klokken luiden. En dat alles omdat we de nieuwe knopen hebben. En? Waarom heb je ze allemaal op een hoop apart gelegd, die nieuwe? Waarom lag je ze niet in het vak? Omdat ik ernaar wilde kijken. Wat glimmen ze. Ze zijn nu toffer. Dat is voor mij genoeg. Het is ook pas 8 uur. Maar ik heb nu voortdurend het gevoel dat het gauw donker wordt. En? Voortdurend. Hoeveel heb jij er geteld, Rosie? 36. Ja, dan klopt het. Wat? Dat het er nu 36 zijn. Morgen zijn het er meer. En van de oudste zijn er de meeste. Gladys bijvoorbeeld. Ja, Gladys. Rosie. Ik stel mij Gladys altijd in een blauwe jurk voor. Zoals ze misschien op een zomeravond over een brug leunt. Ik stel ze me op een blauwe jurk voor. En op nog even het andere. Jack zegt dat er van Gladys zoveel zijn dat hij zelf niet meer zou kunnen zeggen aan wie ze allemaal zijn verkocht. Maar volgens hem zijn ze over de hele wereld verspreid. Dat maakt me bang. Wat? Dat er zoveel van Gladys zijn en dat ze over de hele wereld zijn verspreid. Dat je zelfs, wanneer je zou willen, Gladys niet meer zou kunnen verzamelen. Dat je ze van Gladys nooit meer allemaal bijeen zou kunnen brengen tot één blauwe hoop. Dat vind ik heerlijk en dat een knoop overal tegelijk is. Dat misschien juist op dit ogenblik zich een dame met Gladys over de reling van een schip buigt en in de golven tuurt. En een andere gaat met haar in een lift omhoog. En een derde gooit haar japon met Gladys misschien juist nu over een stoelleuning in een donkere kamer. Hou op, Rosie. Waarom? Omdat ik het niet aan kan horen. Omdat het me angst aanjaagt. Dat Gladys op zoveel plaatsen tegelijk is en nooit meer op één plaats. Omdat niemand meer zijn arm om haar heen zal leggen en zeggen... Gladys, zij zou het niet zijn. Wie zou het niet zijn? Gladys, zij zelf. Omdat ze nu aan zoveel japonnen hangt. Zij zal nooit meer in haar eigen japon tegen een brug leunen en naar beneden kijken, zoals Jean. Zoals Jean? Ja, net zoals Jean nooit meer in haar eigen jurk uit dit raam zal leunen en naar beneden zal kijken, wanneer wij haar niet nog één keer verzamelen en verwarmen en roepen, zolang het nog kan. Ik begrijp niet wat je bedoelt, ja. Ik begrijp het wel, Rosie. Natuurlijk zal Jean nooit meer uit het raam leunen, omdat ze niet meer komt. Jean zal ook nergens anders uit het raam leunen. Waarom niet? Omdat ze er niet meer is. Er niet meer is? Nee. Er niet meer is. Niet hier. En ook niet beneden op straat. Als je nu stappen hoort, dan zijn ze niet van Jean. Omdat ze hier niet voorbij komt. Als je treinen hoort fluiten, dan kun je er zeker van zijn. Jean zit er niet in. Zij stapt nu nergens uit. Zij gaat nergens door de controle. Dat is het laatste waar ik me druk om maak, waar Jean precies is. Zij is ook niet op een van de boten. Hoe kom je daar toch allemaal bij? En er is geen lift waarin ze op dit ogenblik opstijgt. Ze is in geen kamer, als er die nog zo donker zijn. Moeten we dronken zijn. En geen bodem op geen zee. Laat mij met rust staan, ik wil het niet weten. Maar misschien zal heel spoedig iemand met Jean zich over de reling van een schip buigen. En stijgt iemand met haar in een lift omhoog. En iemand zal misschien in een donkere kamer haar japon met Jean over de stoelleuning werpen.
Wanneer er eerst maar genoeg zijn. Ik begrijp niet wat je wilt. Jean verzamelen voor ze verspreid wordt. Verzamelen? Ja. De knopen verzamelen. En ze in onze handen warmen, zolang we dat nog kunnen. Misschien dat dan de stapel hier, die zo glanst als tomaten nooit zouden glanzen, verdwijnt. En Jean weer uit het raam leunt. Wat praat je toch allemaal, hè? Toe, help me toch, Rosie. Vandaag zijn er nog maar een paar, maar morgen... Wat is er met morgen? Als er genoeg van Jean zijn, is Jean er niet meer. En als je nog lang piekert, ben jij er ook niet meer. Niet meer hier, omdat je ontslagen wordt. Je moet de frisse lucht in. De warmte is je eenvoudig naar het hoofd gestegen. Ja, misschien. Het is gauw middag. Wat zullen we nu doen, John? We zullen wel een weg vinden. Maar we moeten hem gauw vinden. De middagpauze is bijna voorbij. Ja. Nu ik hier zo met jou op de steiger zit, denk ik dat alles niet waar is. Rosie niet en Jean niet. Gladys niet en Grace niet. De hele knopenzaak niet. Ik raak er verbitterd door, John. Waardoor? Dat wij het weten. Dat we niet als die twee daar verderop rustig op de steiger liggen, naar de hemel kunnen kijken. Dat het beetje tijd dat we met elkaar hebben nog vergaat met over de zaak te denken, over Jean. Blijf kalm, Anne. Dat niemand ons helpt. Rosie niet en verder ook niemand. Omdat niemand ons ook gelooft, zolang we niets doen. Dat we het helemaal alleen moeten doen. Stil nog maar. Ik kan niet meer stil zijn. Ik moet trouwens gaan, John. Anne, ik weet nu wat we moeten doen. Wat? Je moet Jean vanavond mee naar huis nemen. Jean? Ja, alles wat er van Jean is. Dat kan ik niet. Jawel, dat kun je. Je moet alleen wachten tot de anderen weg zijn. Ja, als het ontdekt wordt, dan word ik ontslagen, John, of nog erger. En dan word jij nooit meer in dienst genomen. Maar je moet het doen, Anne. En je moet het vandaag doen, zolang er nog zo weinig zijn dat je ze allemaal mee naar huis kunt nemen. En als het ontdekt wordt, John? Wordt niet ontdekt. En als het ons niet lukt? Dan neem je de knopen morgen in alle vroegte weer mee terug naar de zaak. We zetten alles op het spel, John. Als het ons nu lukt, komt alles weer goed. Ik ben bang. Vier uur. Al 4 uur? Ik vind dat de tijd kruipt. Ik vind dat die omvliegt. Ik ben de hele dag zo blij. Ik hoef er maar aan te denken dat wij het druk hebben terwijl alle anderen sluiten. Dat wij blijven terwijl alle anderen ontslagen worden. Dat wij de nieuwe knopen hebben terwijl alle anderen hun bedrijf staken. En wat voor knopen? Als we zulke knopen niet hadden, dan hadden we helemaal geen. En pas goed, als ik naar ze kijk en telkens als ik de nieuwe knopen bekijk, en dan is 8 uur zo dicht bij 12 en 12 zo dicht bij 4 en 4 zo dicht bij 6. En alle vakken met alle namen zijn zo dichtbij al, alsof ik een grote verrekijker voor mijn ogen had. Alsof er midden in de kamer regen kwam. Ik wou dat er regen kwam, maar die komt niet. Er komt alleen iets dat als regen klinkt, als je het maar niet te lang hoort. Daar komt Jack en Bill. Als je het lang genoeg hoort, klinkt het als vuur. Daar zijn we. Jack. We storen jullie weer. Oh, mij storen jullie niet. Alleen Anne, zij zei zojuist... Voor zover ik kan horen, zij zei iets over vuur. Ze zei... Hou je mond toch, Rosie. Wat zei ze? Ik zei, wat glimmen die nieuwe knopen. Ja, het is hun tijd. Maar jullie moeten ze niet zo open en bloot laten liggen. We kunnen ze niet vervangen als er wat mee gebeurt. We wilden ze juist in het vak leggen. Dat is nu niet meer nodig. Ik neem ze meteen mee. Nu meteen? Ben je dat verbaasd over? Deze knopen zijn al lang besteld. Zag ik daarnet je handen niet beven, hè? Oh, nee. Maar wel je voeten, en ik zag het duidelijk. Dat komt omdat ik er zo lang niet meer op gestaan heb. Oh, jammer, Bill, dat jullie nu die nieuwe knopen weer van ons afneemt. Ze waren zo mooi om te zien. Er zullen er gauw zoveel zijn dat jullie er altijd genoeg hebt. Dat geloof ik ook. Wat geloof je, en? Dat we er gauw voor altijd genoeg van hebben. En zeg ik... Ik zeg helemaal niets. Toch wel, en je hebt gezegd dat je... Neerslachtig vandaag, en? Nee, maar ik heb de zondag nog onder mijn leden. Je moet eens een keer goed slapen, en... Hier zijn de knopen. Lang slapen, veel slapen, altijd maar slapen, en... Dat zeg ik al lang. Liggen en slapen en je hoofdje ontzien. Ja,
misschien. En als je wakker wordt, een beetje meer aan je vertier denken. En niet aan al het andere. Ja. Ga met mij mee, Anne. Je bent nog jong en later is er geen tijd meer. Nee, ik weet het. Het zou te wensen zijn dat je het voorgoed wist. Dan ging ik nu gerustgesteld weg. Dan liet ik jou de laatste 2 uur helemaal aan jezelf over. Je kunt rustig gaan, Bill. Ja. Maar de knopen, Bill. Moet je de knopen niet meenemen? Ach, je hebt volkomen gelijk. Rosie denkt ook aan alles. Wat en vergeet, nietwaar? Nou, tot morgen, kinderen. Morgen, Bill. Bill. Ja? Ik wou je nog vragen of het niet mogelijk is dat ik vandaag wat vroeger naar huis ga. Niet graag, en je weet... Nee, ik voel me niet zo goed. Je weet hoe nodig je hier bent, juist nu. En hoeveel er in jouw plaats blij zouden zijn dat ze hier nodig waren. Het is alleen maar vandaag, Bill. Dat hoop ik. Heel zeker. Het zou er anders op lijken of je op die manier de verloren zondag weer zou willen inhalen, Anne. Ja, ja, ik weet het. Maar je zei zelf dat ik moest slapen, Bill. Het is alleen maar vandaag. Voor mijn part. Maar niet langer dan tot morgen vroeg. Tot morgen dus. Ja, dan ga ik nu ook maar. Ben je boos op mij, Rosie? Boos, en? Waarom? Slaap me goed uit. Ja, dat zal ik. Tot ziens, Jack. Tot morgen. Goed dat je hier bent, Jack. En dat we helemaal alleen zijn, Rosie, liefste. Ik was nog nooit zo blij toen ik je hoorde komen. Werkelijk? Nog nooit? Nog nooit, Jack. Is er vandaag iets bijzonders? Niet. Het was alleen... Het kwam heel plotseling. En heeft me bang gemaakt. Bang? Ja, ze zei... Het is allemaal onzin, Jack. Het is ook al voorbij. Ik voel me nu heel goed, werkelijk. Even goed als altijd. Het is fijn dat je je helemaal goed voelt. Maar Anne? Jack, liefste... Liefste, wat zei Anne? Weet je wat ze zei? Ach, nee, Jack, het is te dwaas om te herhalen. Nou? Ze sprak over Jean. Wat zei ze over Jean? Ze zei dat we Jean moesten verzamelen voor zij verspreid werd. Dat wij de knopen moesten verzamelen en in onze handen warmen, zolang wij dat nog kunnen. En verder de... En wat heeft ze verder gezegd? Ze zei... Misschien dat dan de stapel hier, die zo glanst, als tomaten nooit zouden glanzen, verdwijnt. En Jean weer uit het raam leunt. Zo, zei ze dat. Ja. En daarom voelde zij zich misschien ook niet goed. Misschien. En misschien zei ze het ook wel omdat ze niet goed was. Het was erg warm hier. Weet je wat ik denk, Jack? Ze is gewoon door de hitte bevangen. Natuurlijk. Waar denk jij aan, Jack? Dat het fijn is dat jij er niet door bent bevangen. Door die hitte hier. Die wordt mij nooit erg, Jack. Liefst. Dan is het goed. En ik dacht dat je niet meer zou komen. Dat dacht ik zelf ook, John. Het is 7:30. Goed, het verbaast mij dat het niet veel later is. 7:30 of 8:30 of 11:30. Heel veel nachten later. Zoveel als de knopen op de wereld zijn. Wat scheelt je, Anne? Goed, ik verbaas me werkelijk dat je nog hier staat, John. Helemaal onveranderd en alleen nat van de regen. Ik dacht net aan wat je zei over dat geluid op de zaak. Ik zal er nu nooit meer over spreken, John. Wat heb je, Anne? Niets. Oh, werkelijk, John, helemaal niets. Ook Jean niet. De knopen, Anne? Ook niet de knopen. Ik heb ze niet, John. Je zegt niets. Maar het was niet mijn schuld. Ik wilde ze meenemen. Ik had er alles op ingericht. Toen kwam hij. Bill? Ja. Hij zei dat hij ze meteen nodig had. Hij heeft ze meegenomen. Dat was 4:00. Ik nam vrij en ging achter hem aan. Ik
Ik ben helemaal koud. Laten we wat gaan drinken. Is dat Bill niet daar, Ginder? Je ziet al spoken, Anne. Kom hier mee naar binnen. Ik wist meteen dat het niet goed zou gaan, John. Al vanmiddag toen we nog op de steiger waren. En de hele middag. Dat kon niemand weten. Toch wel, ik wist het. En toen ik Bill op de trap hoorde, toen ik hem naging, hoewel ik hem al die tijd voor me zag, in zijn donkere jas en pet, leek het me toch de hele weg alsof hij achter me liep. En zelfs toen hij in de winkel was verdwenen. In welke winkel? Bij zoeterieën en knopen. Bill zei dat ze alleen van ons bestaan. Ze had al lang moeten sluiten als wij er niet waren. Ach, dat beweert Bill van alle winkels. Maar ze verkopen daar in het Grootzon en dat was mijn hoop. Ik dacht dat 36 knopen voor een grossier nog te weinig zou zijn om meteen weer door te verkopen. En toen? Ik zag Bill weer naar buiten komen. Hij ging mijn eindje na. Hij liep in de richting van de fabriek terug. Ik wachtte nog een poosje. Toen ging ik de winkel in. Goedenavond. Goedenavond, juffrouw. Ik kom vanwege de knopen die u juist ontvangen hebt. Ah, u bedoelt Jean? Ja, Jean. Het waren er 36. Inderdaad. We zaten er lang op te wachten. Ik ben hier naartoe gestuurd om ze terug te halen. Terug? Ja, er is iets niet helemaal mee in orde. Ja, maar ze zijn even mooi als altijd. Als niet nog beter gelukt zijn dan de vorige. Ze zijn niet in orde. Wat zou er nou mankeren? Het zit hem in de glans. Voor zover ik gezien heb. U kunt het nu niet zien, maar ze houden overdag met glimmen op. Ze worden dof in de zon. Ze blinken alleen 's nachts. Maar dat moet toch juist, juffrouw? Dat is juist de reden waarom ze gekocht worden. Niet één van de knopen die we tot dusver van u betrokken hebben, blinkt overdag. Bij deze was het wel de bedoeling. Nee, dan zou u blijven liggen. Dan hadden we in de verste verte niet zoveel bestellingen. Niet voor Jean en ook niet voor de nieuwe. Als u het wil doorgeven, juffrouw, er zijn alweer heel wat bestellingen voor. Voor de nieuwe? Voor Rosie. Voor Rosie? En voor Anne. Voor Anne? Onder de oude voorwaarden. Ja, natuurlijk. Ja, weet u misschien wanneer het eindelijk zover is dat we ze krijgen kunnen? U werkt toch in de zaak? Dat mag u mij niet vragen. Ja, als u het allemaal wilt doorgeven, wij wachten op Rosie en Anne. Ja, ik geef alles door. Maar geeft u mij nu maar die knopen terug. Alleen Jean. Het spijt me heel erg, juffrouw. Maar zelfs zou ik het willen, zou ik het niet meer kunnen. Voor Jean lagen hier al zoveel bestellingen dat we ze meteen doorverkocht hebben, vlak voor u binnenkwam. Doorverkocht? Ja, aan een kleine winkel. Aan welke winkel, Anne? Die heeft hij mij genoemd. Het was ergens ver weg en ik moest met de ondergrondse. Wij zijn nooit in de buurt geweest, John. In de trein keek ik naar de mensen. Ik dacht steeds dat iemand Jean op zijn jas droeg. Maar ik zag maar één keer Gladys bij een meisje op de roltrap toen ik overstapte. Ze fonkelde alsof ze alleen op de wereld was. Ik werd bang. Ik had nog altijd het gevoel dat Bill achter me aan zat, de hele rit lang. Ik zal het mijn hele leven hebben. Drink wat. Dan word je warm aan. Het was even na 5 toen ik de winkel vond. De kantoren gingen juist dicht en er waren een hoop mensen op straat. De etalage was maar zwak verlicht, maar de mensen verdrongen zich ervoor. Ik keek over hun schouders. Toen zag ik Jean. Jean? Ja, dat wil zeggen 12 van Jean. Ze lagen op een fluwelen plateau. Tussen plateaus met goedkopere sieraden, ringen met valse stenen, vergulde armbanden. Maar ze leken zo vervreemd van alle andere, John. En stuk voor stuk weer zo vervreemd van elkaar. Zoals 12 mensen in een vliegtuig dat op het punt staat neer te storten. Helemaal niet meer als één persoon, John. Als iemand die je zou kunnen roepen of aanspreken. Maar ze blonken. En alle mensen die voor de vitrine stonden keken ernaar. Ik moest eraan denken dat Jean in haar hart altijd zo graag wilde dat veel mensen haar zagen. Ik keek er ook naar, John. Ik dacht dat ze mij moest herkennen. Maar de knopen wisselden niet van kleur. Ze glansden daarom niet sterker. Een jonge vrouw voor mij vroeg aan een andere of de prijs voor alle knopen gold of alleen voor 1 exemplaar. Ik bemoeide mij ermee en zei, voor 1. Ik hoopte zo dat het haar te duur zou zijn. Maar ze ging meteen naar binnen. En jij? Ik wachtte nog een ogenblik. De mensen voor mij begonnen weg te gaan. En er kwamen nieuwe voor in de plaats. Ik werd opzij gedrongen. Toen ik weer voor de etalage stond,
zag ik nog juist hoe het gordijn tegen de ruiten zwaaide. Het plateau met Jean was verdwenen. Vertel verder, Anne. Het was een kleine, heel gewone winkel, John. Toen ik binnenkwam, schoof een vrouw langs me heen de straat op. Het meisje dat even eerder die vraag had gesteld, stond voor een spiegel en hield Jean tegen haar mantel aan. Ze draaide heen en weer. En telkens als ze een beetje in het donker kwam, begon Jean sterker te glimmen. Dat vond ze mooi, John, ik zag het. Een jonge man stond ernaast en lachte. Er waren nog meer mensen in de winkel. Ik drong naar voren naar de verkoper en zei dat de knopen niet verder mochten worden verkocht. Ik zei hetzelfde als tegen de eerste. En hij? Hij zei ook hetzelfde. Het was onmogelijk. De knopen waren al verkocht. 3 stuks. Nu net. Ik wachtte niet af wat hij nog verder zeggen wilde, John. Ik dacht meteen aan de vrouw die mij voorbijgelopen was en rende de winkel uit. Ik zag haar nog. Ze liep een eindje verder op de bushalte toe. Ik liep haar na, John, en ik zou haar hebben ingehaald als niet plotseling iemand maar mijn mantel had vastgehouden. En? Wel! Ik dacht dat je al lang sliep. Ik wou dat ik sliep en alles gedroomd had. Speciaal dat over mij, vermoed ik. Oeh, laat me gaan. Ik laat je al een hele tijd gaan en loop eenvoudig achter je aan. Dat dacht ik al. En ik wou dat ik droomde dat jij onder vage voorwensels vroeger vrijneemt om heel bepaalde dingen achterna te gaan. Laat me maar terug. Je weet, 1 woord van mij en je wordt ontslagen. Ja, dat weet ik. Dan begrijp ik je niet helemaal. Doe jij wat je wilt, maar laat mij nu gaan. Je weet wat dat voor jou betekent, Anne. Je weet dat de meeste hakken moeten sluiten en de havenbedrijven. Dat vandaag geen enkele winkel een nieuwe kracht aanneemt. Je vindt vandaag geen nieuwe betrekking. Je kunt oud worden voor je... Laat mij maar rustig oud worden, Bill. Laat je naar buiten. Wat ik ervan gehoord heb, wilde hij je bij ons komen. Je hebt er niets van gehoord, Bill. Je hoort alleen maar af en toe wat achter de muren van de zaak knetteren. Bij ons heb je werk en geen zwaar. Je komt om 9 en je gaat om 6 uur weg. Je bent ingewerkt en alles is je vertrouwd. En aan het eind van de week krijg je je loon. Je bent geborgen. Opgeborgen, ja. Ten slotte in vakjes. Bij ons heb je zekerheid, en. Omdat jullie zeker van mij zijn. Zoals van Gina en van alle anderen. Ik moet nu gaan. Nog even, en. Je weet wat dat voor je betekent. Ik weet wat het zou betekenen als ik bleef. Als je nu gaat, ga je voorgoed. Ik ga, Bill. Ik begon toen meteen weer hard te lopen. Ik rende achter de vrouw met Jean aan. Maar Bill had me er lang opgehouden. Ja. Ik zag haar niet meer, John. Het was ook al donker geworden. Ik liep in de richting waarin ze gegaan was. En toen? Toen zag ik een vrouw voor me. Ze bleef bij de tramhalte staan. En ik wou ook blijven staan. Maar op hetzelfde ogenblik zag ik een andere vrouw de hoek van een steegje omslaan. Ik liep haar na, maar ik wist niet meer of zij het was. Misschien was het ook die andere. Maar je moet toch weten... Ik had hem vluchtig gezien. Ik wist het niet. Oh, werkelijk, John. Toen ik door die donkere, verlaten steeg rende en langs de schutting van een voetbalveld en steeds achter die vreemde vrouw aan, toen dacht ik of het niet beter zou zijn naar Bill terug te gaan en alles te helpen. Hem zou ik gevonden hebben en alles zou heel eenvoudig geweest zijn. Maar toen dacht ik weer aan Jean en liep verder. En die vrouw? Toen ik heel dicht achter haar was, draaide ze zich plotseling om en keek mij aan. Ze zag er erg angstig uit. En heb je haar gevraagd? Ze was het niet, John. Misschien was het ook wel die andere die bij de tramhalte gestaan had. Misschien ook een derde die ik helemaal niet zag. Misschien waren het er wel veel die Jean al gekocht had. Ik weet het niet. Maar een van hen reist misschien juist op dit ogenblik met de trein naar het zuiden. En een ander heeft haar plaats op een van de boten besproken die morgen vertrekt. En de derde... Blijf kalm, Anne. Er was al een half uur verlopen. Oh, blijf kalm. John. Ja? We vinden Jean niet meer. Alles was voor niets. Alles was niet voor niets. Als ik Jean maar niet achterna was gelopen, dan had ik in elk geval deze week nog mijn werk. En de volgende week... Volgende week zouden er misschien al de framboeskleurige knopen zijn die in de collectie ontbreken en die niet van kleur verwisselen als je ernaar kijkt. Tegen de volgende week hadden we misschien al iets nieuws gevonden. Dat dacht Jean zeker ook in het begin. En Rosie, maar zo lang kan niemand wachten, en... We weten niets, John. Jean is niet weer uit de knopen tevoorschijn gesprongen. En Rosie, die al besteld was? We hadden moeten wachten tot we het konden bewijzen. Of tot je zelf het bewijs bent. Eerder weet je niet zeker. En dan? Misschien is het allemaal niet waar... Ik weet niet waar Jean gebleven is. Maar misschien zit ze op dit ogenblik bij haar ouders thuis op de thee of gaat ze wandelen. Misschien is er helemaal niets aan de hand. Dat geloof ik niet. Goed, ik geloof het nu bijna. Ik
ben zo moe. Ik zou nog graag iets willen drinken, John. Zou ik haar iets mogen aanbieden? Ik wist het. Ik wist dat je nog altijd achter me aan zat, Bill. Al was het alleen maar om ons afscheid te vieren. Je vergist je, Anne. Bill zit niet achter je aan. Ik kwam maar toevallig hier binnen. Heel juist. En hij zal zich niet door ons laten storen. Ik laat me wel degelijk door jou storen. Dan gaan we nu. Jammer. Ik zou me anders ook door jou iets laten aanbieden, John. Met jouw vooruitzichten. Die zijn gelukkig niet zo dat het in mijn macht zou liggen om jou iets aan te bieden. Maar het was een goede mop, Bill. Ik meen het in ernst. Ja, ik zou willen zeggen, zelfs meer dan ernst. Bij jou is het altijd meer dan ernst. Dat is het wat me van het eerste ogenblik af wantrouwig maakte. Om het preciezer te zeggen, ik draag jouw vooruitzichten in mijn tas. Dat klinkt niet best. Die vooruitzichten zijn me te duister. Ik zou haast willen beweren dat de vooruitzichten bij de haven nog duisterder zijn. Misschien, maar ze geven ook meer vrijheid. Voor zover ik heb gehoord. Als je het goed vindt, Bill, dan maak ik me druk om de haven en jij om je tas. Dat is een eerlijke verdeling. Wij gaan er maar, hè? Ik heb je contract bij me. Kijk er tenminste naar, John. Laat zien, Bill. Dat moet dezelfde tas zijn waarin je ook de knopen met je meedraagt. Het is een contract dat 3 glazen whisky waard zou zijn. Ik heb een zwak hart, Bill. Ik zou last van de whisky krijgen. Je wou als verpakker bij ons komen, John. Nu is er een vertegenwoordigersbaan vrijgekomen. Dat verwondert me. Wat toevallig. Met regelmatige loonsverhoging. Ben jij dan ontslagen, Bill? Dat is niet nodig. Of groeien de knopen je over het hoofd? Wordt er steeds meer? Dat moet het zijn, Bill. Daar ligt het aan. Er zijn te veel knopen op de wereld. En op zekere dag zullen er meer knopen zijn dan rok om ze op te naaien. Kom bij ons, John. Nee. Ik was al bang dat dit ogenblik zou komen. Ik ben bang dat ik dan nog vlugger ontslagen ben dan je me nu uitnodigt. Maak je daar maar geen zorgen over. Je wordt niet ontslagen. Er blijft altijd vraag naar onze knopen. En dan nog iets, Bill. Ik heb Anne liever aan mijn arm dan in mijn tas. De duivel mag je halen. Ik ben bang dat de duivel niet graag in de rij gaat staan bij het Veemkantoor. Die vindt de haven te leeg. Kom, laten we gaan, John. Wat een regen, hè? Alleen maar regen, en anders niets. Niets dat klinkt als hagel of als het knetteren van vuur. Ik ben ook niet bang meer. De mist trekt op. Ik breng je naar huis, en. Gaan we over de kade? We hebben hier lang niet gelopen. En morgen? Morgen ga ik weer naar het Veemkantoor. Dan ga ik met je mee, John. De wind is gedraaid. Hij komt nu van de zeekant. Merk je het? Het ziet ernaar uit dat we een heldere nacht krijgen. Moeten we dronken zijn? En geen bodem op geen zee. Laat mij met rust staan, ik wil het niet weten. Maar misschien
zal heel spoedig iemand met Jean zich over de reling van een schip buigen. En stijgt iemand met haar in een lift omhoog. En iemand zal misschien in een donkere kamer haar japon met Jean over de stoelleuning werpen. Wanneer er eerst maar genoeg zijn. Ik begrijp niet wat je wilt. Jean verzamelen voor ze verspreid wordt. Verzamelen? Ja. De knopen verzamelen. En ze in onze handen warmen, zolang we dat nog kunnen. Misschien dat dan de stapel hier, die zo glanst als tomaten nooit zouden glanzen, verdwijnt. En Jean weer uit het raam leunt. Wat praat je toch allemaal, hè? Toe, help me toch, Rosie. Vandaag zijn er nog maar een paar, maar morgen... Wat is er met morgen? Als er genoeg van Jean zijn, is Jean er niet meer. En als je nog lang piekert, ben jij er ook niet meer. Niet meer hier, omdat je ontslagen wordt. Je moet de frisse lucht in. De warmte is je eenvoudig naar het hoofd gestegen. Ja, misschien. Het is gauw middag. Wat zullen we nu doen, John? We zullen wel een weg vinden. Maar we moeten hem gauw vinden. De middagpauze is bijna voorbij. Ja. Nu ik hier zo met jou op de steiger zit, denk ik dat alles niet waar is. Rosie niet en Jean niet. Gladys niet en Grace niet. De hele knopenzaak niet. Ik raak er verbitterd door, John. Waardoor? Dat wij het weten. Dat we niet als die twee daar verderop rustig op de steiger liggen. Naar de hemel kunnen kijken. Dat het beetje tijd dat we met elkaar hebben nog vergaat met over de zaak te denken. Over Jean. Blijf kalm, Anne. Dat niemand ons helpt. Rosie niet en verder ook niemand. Omdat niemand ons ook gelooft, zolang we niets doen. Dat we het helemaal alleen moeten doen. Ja, stil nog maar. Ik kan niet meer stil zijn. Ik moet trouwens gaan, John. En? Ik weet nu wat we moeten doen. Wat? Je moet Jean vanavond mee naar huis nemen. Jean? Ja, alles wat er van Jean is. Dat kan ik niet. Jawel, dat kun je. Je moet alleen wachten tot de anderen weg zijn. Ja, als het ontdekt wordt, dan word ik ontslagen, John, of nog erger. En dan word jij nooit meer in dienst genomen. Maar je moet het doen, Anne. En je moet het vandaag doen, zolang er nog zo weinig zijn dat je ze allemaal mee naar huis kunt nemen. En als het ontdekt wordt, John? Het wordt niet ontdekt. En als het ons niet lukt? Dan neem je de knopen morgen in alle vroegte weer mee terug naar de zaak. We zetten alles op het spel, John. Als het ons nu lukt, komt alles weer goed. Ik ben bang. Vier uur. Alles gelijk is en nooit meer op één plaats. Omdat niemand meer zijn arm om haar heen zal leggen en zeggen... Gladys, zij zou het niet zijn. Wie zou het niet zijn? Gladys, zij zelf. Omdat ze nu aan zoveel japonnen hangt. Zij zal nooit meer in haar eigen japon tegen een brug leunen en naar beneden kijken. Zoals Jean. Zoals Jean? Ja, net zoals Jean. Nooit meer in haar eigen jurk uit dit raam zal leunen en naar beneden zal kijken. Wanneer wij haar niet nog één keer verzamelen en verwarmen en roepen, zolang het nog kan. Ik begrijp niet wat je bedoelt, Jan. Ik begrijp het wel, Rosie. Natuurlijk zal Jean nooit meer uit het raam leunen, omdat ze niet meer komt. Jean zal ook nergens anders uit het raam leunen. Waarom niet? Omdat ze er niet meer is. Er niet meer is? Nee. Er niet meer is. Niet hier. En ook niet beneden op straat. Als je nu stappen hoort, dan zijn ze niet van Jean. Omdat ze hier niet voorbij komt. Als je treinen hoort fluiten, dan kun je er zeker van zijn. Jean zit er niet in. Zij stapt nu nergens uit. Zij gaat nergens door de controle. Dat is het laatste waar ik me druk om maak, waar Jean precies is. Zij is ook niet op een van de boten. Hoe kom je daar toch allemaal bij? En er is geen lift waarin ze op dit ogenblik opstijgt. Ze is in geen kamer, als we die nog zo donker zijn. Moeten we dronken zijn? En geen bodem op geen zee. Laat mij met rust aan, ik wil het niet weten. Maar misschien zal heel spoedig iemand met Jean zich over de reling van een schip buigen. En stijgt iemand met haar in een lift omhoog. En iemand zal misschien in een donkere kamer haar japon met Jean over de stoelleuning werpen. Wanneer er eerst maar genoeg zijn. Ik begrijp niet wat je wilt. Jean verzamelen voor ze verspreid wordt. Verzamelen? Ja. De knopen verzamelen. En ze in onze handen warmen, zolang we dat nog kunnen. Misschien dat dan de stapel hier, die zo glanst
Als tomaten nooit zouden glanzen. Verdwijnt. En Jean weer uit het raam leunt. Wat praat je toch allemaal, hè? Toe, help me toch, Rosie. Vandaag zijn er nog maar een paar, maar morgen... Wat is er met morgen? Als er genoeg van Jean zijn, is Jean er niet meer. En als je nog lang piekert, ben jij er ook niet meer. Niet meer hier, omdat je ontslagen wordt. Je moet de frisse lucht in. De warmte is je eenvoudig naar het hoofd gestegen. Ja, misschien. Het is gauw middag. Wat zullen we nu doen, John? We zullen wel een weg vinden. Maar we moeten hem gauw vinden. De middagpauze is bijna voorbij. Ja. Nu ik hier zo met jou op de steiger zit. Ik begrijp niet wat je wilt. Jean verzamelen voor ze verspreid wordt. Verzamelen? Ja. De knopen verzamelen. En ze in onze handen warmen, zolang we dat nog kunnen. Misschien dat dan de stapel hier... die zo glanst als tomaten nooit zouden glanzen, verdwijnt en Jean weer uit het raam leunt. Wat praat je toch allemaal, hè? Toe, help me toch, Rosie. Vandaag zijn er nog maar een paar, maar morgen... Wat is er met morgen? Als er genoeg van Jean zijn, is Jean er niet meer. En als je nog lang piekert, ben jij er ook niet meer. Niet meer hier, omdat je ontslagen wordt. Je moet de frisse lucht in. De warmte is je eenvoudig naar het hoofd gestegen. Misschien. Het is gauw middag. Wat zullen we nu doen, John? We zullen wel een weg vinden. Maar we moeten hem gauw vinden. De middagpauze is bijna voorbij. Ja. Nu ik hier zo met jou op de steiger zit, denk ik dat alles niet waar is. Rosie niet en Jean niet. Gladys niet en Grace niet. De hele knopenzaak niet. Ga ik er verbitterd door, John. Waardoor? Dat wij het weten. Dat we niet als die twee daar verderop rustig op de steiger liggen, naar de hemel kunnen kijken. Dat het beetje tijd dat we met elkaar hebben nog vergaat met over de zaak te denken, over Jean. Blijf kalm, Anne. Dat niemand ons helpt. Rosie niet en verder ook niemand. Omdat niemand ons ook gelooft, zolang we niets doen. Dat we het helemaal alleen moeten doen. Stil nog maar. Ik kan niet meer stil zijn. Ik moet trouwens gaan, John. Anne. Ik weet nu wat we moeten doen. Wat? Je moet Jean vanavond mee naar huis nemen. Jean? Ja, alles wat er van Jean is. Dat kan ik niet. Jawel, dat kun je. Je moet alleen wachten tot de anderen weg zijn. Ja, als het ontdekt wordt, dan word ik ontslagen, John, of nog erger. En dan word jij nooit meer in dienst genomen. Maar je moet het doen, Anne. En je moet het vandaag doen, zolang er nog zo weinig zijn dat je ze allemaal mee naar huis kunt nemen. En als het ontdekt wordt, John? Wordt niet ontdekt. En als het ons niet lukt? Dan neem je de knopen morgen in alle vroegte weer mee terug naar de zaak. We zetten alles op het spel, John. Als het ons nu lukt, komt alles weer goed. Ik ben bang. Vier uur. Al vier uur? Ik vind dat de tijd kruipt. Ik vind dat die omvliegt. Ik ben de hele dag zo blij. Ik hoef er maar aan te denken dat wij het druk hebben terwijl alle anderen sluiten. Dat wij blijven terwijl alle anderen ontslagen worden. Dat wij de nieuwe knopen hebben terwijl alle anderen hun bedrijf staken. En wat voor knopen? Als we zulke knopen niet hadden, dan hadden we helemaal geen. En pas goed, als ik naar ze kijk en telkens als ik de nieuwe... Oh, ik weet niet meer wat voor indruk het in het begin op me maakte. Ja, maar het moet toch een oorzaak hebben? Oh. We zouden toch best naar de oude kunnen gaan en het hem vragen? Misschien is het allemaal heel eenvoudig. Mogelijk. En misschien weet de Bill of Jack het zelfs wel, als je vertegenwoordiger bent. Ze weten het zeker. Waarschijnlijk hangt het met de fabrikage samen. En heb je het niet gevraagd, Jean? Al die twee jaar heb je er nooit naar gevraagd? Omdat het me niets aangaat. De fabrikage is geheim. Ik wil niet ontslagen worden. Maar je bent toch bevriend met Bill? En ik wil dat het zo blijft. Misschien worden de knopen gebrand? Ja, misschien. Of gedraaid. Maar we hebben al lang geen nieuw model meer gehad, Jean. Het laatste was net nieuw toen ik kwam. Welk? Margaret. Is dat de blauwe knoop? Ja, de blauwe. Margaret. Kort daarvoor waren ook Sylvia en Grace ontstaan.
En was jij toen helemaal alleen hier? Tot Rosie kwam. En was je niet bang toen je het voor het eerst hoorde, Jean? Bill heeft me meteen gezelschap gehouden. En ook Jack. Nee, ik geloof niet dat ik bang was. Ook niet heel in het begin? Heel in het begin. U bent waarschijnlijk het nieuwe meisje. Ja, ik meen van wel. Ah, je hebt geluk gehad. Ik voel me ook gelukkig. Op de andere afdelingen worden ze allemaal ontslagen, alleen hier. Is dit een bijzondere afdeling? Ja, voor sierknopen. Volgens mij de enige die tot het laatste zal blijven. Maar je hebt helemaal niets bijzonders te doen. Alleen knopen sorteren en dan tellen. Wat een mooie knopen. Ja. Ze hebben allemaal een naam. Deze is Grace. En dit... Margaret. En dit zijn de vakken waar ze thuis horen. Ik geloof dat ik me gauw op mijn plaats voel. Dat is te beter. Ik heet Bill en ben vertegenwoordiger. Ik heet Jean. Nou, op een goede samenwerking, Jean. Dat hoop ik. We zullen veel met elkaar te maken hebben. Wat is dat? Nou, ben je toch geschrokken, Jean? Ik voerde alleen maar in gedachten gesprek met Bill. Mijn eerste gesprek, nog eens opnieuw. Toen ik kwam, heeft Jack mij ontvangen. En waarschijnlijk heeft hij hetzelfde gezegd. Ik zou wel eens willen weten waarom het hier zo warm is. Het af en toe alles voor mijn ogen draait. Dat komt door de elektrische oven. Die droge hitte. Jullie mogen blij zijn dat jullie het warm hebben. Ik zou wel eens willen weten wat er met al die knopen... Is Tina niet meer? En als je nog lang piekert, ben jij er ook niet meer. Niet meer hier, omdat je ontslagen wordt. Je moet de frisse lucht in. De warmte is je eenvoudig naar het hoofd gestegen. Misschien. Het is gauw middag. Wat zullen we nu doen, John? We zullen wel een weg vinden. Maar we moeten hem gauw vinden. De middagpauze is bijna voorbij. Ja. Nu ik hier zo met jou op de steiger zit, denk ik dat alles niet waar is. Rosie niet en Jean niet. Gladys niet en Grace niet. De hele knopenzaak niet. Ik raak er verbitterd door, John. Waardoor? Dat wij het weten. Dat we niet als die twee daar verderop rustig op de steiger liggen, naar de hemel kunnen kijken. Dat het beetje tijd dat we met elkaar hebben nog vergaat met over de zaak te denken, over het zien. Blijf kalm, Anne. Dat niemand ons helpt. Rosie niet en verder ook niemand. Omdat niemand ons ook gelooft, zolang we niets doen. Dat we het helemaal alleen moeten doen. Stil nog maar. Ik kan niet meer stil zijn. Ik moet trouwens gaan, John. Anne. Ik weet nu wat we moeten doen. Wat? Je moet Jean vanavond mee naar huis nemen. Jean? Ja, alles wat er van Jean is. Dat kan ik niet. Jawel, dat kun je. Je moet alleen wachten tot de anderen weg zijn. Ja, als het ontdekt wordt, dan word ik ontslagen, John, of nog erger. En dan word jij nooit meer in dienst genomen. Maar je moet het doen, Anne. En je moet het vandaag doen, zolang er nog zo weinig zijn dat je ze allemaal mee naar huis kunt nemen. En als het ontdekt wordt, John? Het wordt niet ontdekt. En als het ons niet lukt? Dan neem je de knopen morgen in alle vroegte weer mee terug naar de zaak. We zetten alles op het spel, John. Als het ons nu lukt, komt alles weer goed. Ik ben bang. Vier uur... Al 4 uur? Ik vind dat de tijd kruipt. Ik vind dat die omvliegt. Ik ben de hele dag zo blij. Ik hoef er maar aan te denken dat wij het druk hebben terwijl alle anderen sluiten. Dat wij blijven terwijl alle anderen ontslagen worden. Dat wij de nieuwe knopen hebben terwijl alle anderen hun bedrijf staken. En wat voor knopen? Als we zulke knopen niet hadden, dan hadden we helemaal geen. En pas goed, als ik naar ze kijk en telkens als ik de nieuwe knopen bekijk... En dan is 8 uur zo dicht bij 12 en 12 zo dicht bij 4 en 4 zo dicht bij 6. En alle vakken met alle namen zijn zo dichtbij al, alsof ik een grote verrekijker voor mijn ogen had. Alsof er midden in de kamer regen kwam. Ik wou dat er regen kwam, maar die komt niet. Er komt alleen iets dat als regen klinkt, als je het maar niet te lang hoort. Daar komt Jack en Bill. Als je het lang genoeg hoort... Klinkt het als vuur. En jij nog, Rosie? Is er iemand? Ja. Jij, als ik het wel heb. Bill, ik schrik. Ik
Ik dacht... Is Jean er niet? Nee. De hele dag niet? Nee. Ziek? Ik dacht dat jij wel zou weten. Jij denkt altijd en dat is fout van je. Is er dan niemand bereid je dat af te wennen? Ik ben blij dat ik het me aangewend heb. Ja, maar anders had ik mezelf aangeboden. Jean zal wel ziek zijn. Ja, dat zal wel. Hier ligt een Grace in het vak van Glennis. Een Grace? Jij moet beter opletten, Anne. Eergisteravond ontbrak diezelfde Grace en we moesten de hele zaak omkeren. Hij lag toch hier? Jij moet niet zoveel denken bij het tellen, Anne. Ik ben vertegenwoordiger, maar wat dacht je als ik bij de verkoop aan wat anders zou denken? Ik denk helemaal niets. Laten we daarop drinken. Nee, ik drink vandaag liever niets, Bill. Ik moet gaan. Jammer. Het zou een reden geweest zijn voor een klein feestje. Een ogenblik lang dacht jij helemaal niet. Ik ga nu. Maar mogelijk halen we de schade in. Misschien morgen. En? Ik was helemaal alleen met hem, John. Maar ik heb het hem niet gevraagd. Behalve wij was er geen mens in huis, maar ik heb het hem niet gevraagd. Ik kon het eenvoudig niet over mijn lippen krijgen. Tja. Ik wist niet hoe ik moest beginnen. En ik was zo bang dat ik opgezegd zou worden. Ik wou dat je al opgezegd was. Dat zeg jij zomaar. Wat moet er dan van ons terechtkomen, John? Jean zegt ook dat ze het om die reden nooit heeft gevraagd. Ze heeft er altijd rustig naar geluisterd. Wil jij Jean vandaag niet opzoeken? Ik wou het wel, maar ik heb er nog eens over nagedacht. Ze woont bij vreemde mensen en ik weet het huisnummer niet. En wie weet of ze er wel op gesteld is. En dan, ik word liever niet ook nog eens ziek. Ik kan het me echt niet voorloven. Altijd uit de droge hitte naar buiten in die natte wind. Het ligt ook trouwens helemaal uit onze richting. Ik ben Bob tegengekomen en hij zei dat er een kans was. Hij had iets opgevangen dat er werk was. Ik moet vandaag na 7 uur op het Veemkantoor komen. Ga je mee, Anne? Oh, alleen maar om te horen dat het weer niets wordt. Goed, John, en jij zegt dat ik bij de knopen weg moet. Ik zeg het nog altijd. En ik hou niet op het te zeggen. Jean is ook ziek geworden. Door dat ellendige weer. Van de kou en de sneeuw die geen sneeuw is. Van de droge hitte en het kunstlicht. Misschien van allebei, John. Als ik ons hier zie op deze smerige weg. De opkomende mist en de natte wind. Dan ben ik blij wanneer ik aan de droge hitte en het kunstlicht denk. Margaret. Schrei uit, Rosie. Ik tel alleen maar hardop. Tel dan zachtjes. Waarom? Het klinkt alsof je iemand roept wanneer je 3 maal achter elkaar Margaret zegt. Je zou even goed kunnen zeggen en. Of Jean. Waarom ook niet? En. Doe maar stil, Rosie. Jean. Zeg toch iets, Jean. Jean? Klinkt werkelijk goed. 5:56. Wil je hem de spiegel even aangeven, hè? Je bent knap, Jean. Laat me de rust, Rosie. Ik meen het. Vind je ook niet, Anne, dat Jean vandaag een beau jour heeft? Ik vind dat Jean er veranderd uitziet. Dat is niet aardig van je, Anne. Dat betekent dat ik al... Dat wilde ik niet zeggen. Maar je ziet er zo glad uit vandaag. Glad? Er staat geen haartje bij jou overeind. Waarom zou mijn haar overeind staan? Ik bedoel, de wind heeft er geen vat op. Hoe zou de wind er vat op hebben nou er geen wind is? En zou het klaarspelen. Haar haren zou nog in het luchtledige fladderen. In het luchtledige? Nu weet ik het, Jean. Zo zie je eruit. Jean, het is helemaal in orde. Alsof je in een luchtledige ruimte was. Alsof je zo zou blijven. Ik zou best in mijn schik zijn als ik zo bleef. Wat zeg je toch allemaal, Anne? Niets. Maar ik zou niet graag voor altijd zo blijven als ik nu ben. Kunnen jullie de deuren niet openzetten? Je krijgt geen lucht hier. Je kan gaan als je lucht wil, Anne. Het slaat net 6:00. Ik ga ook. Niet meer kibbelen, kinderen. Ik voel me erg goed vandaag. En Bill vindt je aardig, Jean. Goedenavond. Doe de deur achter je dicht, Anne. Ik voel me moe, Rosie. En het zou ik niet erg vinden als mijn ogen niet aldoor kleiner werden. Ach, kom Jean, zolang je nog maar mee kan kijken. Als Bill komt, kijk ik er niet meer mee.
Als Bill komt, gaan je de ogen open. Oh, ik wou dat hij al kwam. Dan konden ze rustig dichtvallen. Hij zal wel gauw komen. Dag, Jean. Rosie. Is er nog wat? Alles wordt kleiner als je zo moe bent. Slaap zacht tot Bill komt. Het lijkt dat het ook mijn mond kleiner wordt. Mond en ogen. Slaap zacht. Er is geen mens in huis. Mond en ogen, Rosie. Maar ik kan ze niet meer dicht doen. Als je moe bent, worden ze klein zonder dat je ze dicht kan doen. Jij alleen wordt groot, Rosie. Jij wordt reuze groot. Laat de deur open, Jean. Zo groot als de deur. Als die open deur. Rosie. Rosie. Ik kan mijn ogen niet meer dicht doen. Alsof ze altijd zo zullen blijven. Zo klein en half open. Voor sierknopen. Volgens mij de enige die tot het laatste zal blijven. Maar je hebt helemaal niets bijzonders te doen. Alleen knopen sorteren en dan tellen. Wat een mooie knopen. Mm. Ze hebben allemaal een naam. Deze is Grace. En dit Margaret. En dit zijn de vakken waar ze thuis horen. Ik geloof dat ik me gauw op mijn plaats voel. Dat is te beter. Ik heet Bill en ben vertegenwoordiger. Ik heet Jean. Nou, op een goede samenwerking, Jean. Dat hoop ik. We zullen veel met elkaar te maken hebben. Wat is dat? Nou, ben je toch geschrokken, Jean? Ik voerde alleen maar in gedachten een gesprek met Bill. Mijn eerste gesprek, nog eens opnieuw. Toen ik kwam, heeft Jack mij ontvangen. En waarschijnlijk heeft hij hetzelfde gezegd. Ik zou wel eens willen weten waarom het hier zo warm is. Het af en toe alles voor mijn ogen draait. Dat komt door de elektrische oven. Die droge hitte. Jullie mogen blij zijn dat jullie het warm hebben. Ik zou wel eens willen weten wat er met al die knopen gebeurt die we elke dag sorteren. Wat de ouwe ermee doet. Als hij er één verkoopt, leeft hij er een hele tijd van. Bill zegt alleen de provisie al. Ja, maar de anderen die overblijven. Maak je daar geen zorgen over, Anne. Ik vraag me af. Waar komen die knopen vandaan? Nou, waarvan worden ze gemaakt, hè? Van stof en schildpad en ivoor. Ik bedoel die in jullie afdeling. Als ik dat eens wist, John. Maar als je ze toch aanpakt, hè? Als je er met je vingers overheen gaat, 1000 keer per dag. Dan weet ik ook alleen maar waarvan ze niet gemaakt zijn, John. Maar er moet toch iets zijn waarmee je ze kunt vergelijken? Hout bijvoorbeeld, of glas. Het is alsof ik kersen van een boom trek. En alsof ze allemaal steenhard zijn. Ik zou ze tussen mijn tongen verhemeld willen warmen en ze weer vruchten laten worden. En toch kan ik het niet, omdat ik ze moet tellen. Ach, ik praat onzin. Jean was vandaag erg moe. Ik ben het nu ook. Ze moet me aangestoken hebben. Het is helemaal geen onzin, hè? We moeten blij zijn, John. Als ik blij ben, ben ik het liever uit eigen beweging. Doe nou, John. Je bent veranderd, hè? Je gezicht... Ach, het is hier alleen maar donkerder geworden. Dat groene licht, dat uit zeepbom is ook nog verdwenen. Laten we naar huis gaan, John. Breng morgen nou eens een knoop mee, hè? Breng er eentje mee. John? Barbara, John, Margaret. Schrei uit, Rosie. Ik tel alleen maar hardop. Tel dan zachtjes. Waarom? Het klinkt toch niet om Dream, niet om de fabrikage. Er staat voor ons te veel op het spel. Ik ga er maandag heen. Ja, maandag. Dat is goed, John. Het lijkt me veel te lang. Dat ik niet al morgen kan komen om je te helpen, Anne. En dat ik je de hele zondag alleen moet laten. Die zondag, John. Daar komen we ook nog wel overheen. Gek, hè? Om op zondag hier te zitten. Vind je niet, Anne? Ja, het is stiller dan anders. Ik ben blij dat ik hier ben. Zo stil als thuis, als mijn moeder gaat rusten en mijn vader naar de dierentuin gaat, is het nog lang niet. Ik ben benieuwd... Waar ben je benieuwd naar, hè? Is het stil, Rosie? Wat heb je? Luister eens. Ik hoor niks. Het waren ook mijn voetstappen op straat. Ik dacht eigenlijk... Wat dacht je, Anne?
Ik ben benieuwd of we het vandaag ook horen. Wat? Wat we anders altijd horen. Ach, kom, en. Ik ben er werkelijk benieuwd naar of we het vandaag ook zullen horen. Ik zou niet weten waarom we het vandaag niet zullen horen. Ja. Waarom zouden we het eigenlijk vandaag niet horen? Kwam Jack nou maar. Het is pas 4 uur. En Bill, is het niet? Wat bedoel je? Niets. Jack zei alleen dat hij wou, dat Bill wou. Wat wou je? Hij wou de nieuwe knoop meebrengen. Het moet een mooie knoop geworden zijn en tomaatkleurig. Zo. Jack zegt dat het er eerst op leek alsof je een aardbeikleur zou krijgen. Maar nou is hij toch tomaatkleurig geworden. En langwerpig. Ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat een knoop aardbeikleurig of tomaatkleurig wordt. Jack zegt dat het er eigenlijk helemaal niet op aankomt. Verkocht wordt hij in elk geval. Ja. En bovendien, zegt Jack, blijft het daar niet bij? Volgens hem komen er nog meer nieuwe knopen. En gauw. Wat wordt het hier warm. Buiten ziet het eruit alsof het gauw gaat regenen. Heimwee naar de haven, en? Laat me met de rust, Rosie. Dat doe ik toch. John... Margaret, Grace. Margaret, Grace, June. Heus, en het wordt tijd dat we eindelijk nieuwe knopen krijgen. Hoor je het nu? Ja. En eigenlijk klinkt het erg plezierig. Echt waar, vandaag ben ik blij dat ik het hoor. Je voelt je er minder verlaten door. Het maakt de zondag gelijk aan alle andere dagen. Het heeft langer geduurd dan anders. Hout bijvoorbeeld, of glas? Het is alsof ik kersen van een boom trek. En alsof ze allemaal steenhard zijn. Ik zou ze tussen mijn tongen verhemelten willen warmen en ze weer vruchten laten worden. En toch kan ik het niet, omdat ik ze moet tellen. Ach, ik praat onzin. Jean was vandaag erg moe. Ik ben het nu ook. Ze moet me aangestoken hebben. Het is helemaal geen onzin, Anne. We moeten blij zijn, John. Als ik blij ben, ben ik het liever uit eigen beweging. Doe nou, John. Je bent veranderd, Anne. Je gezicht... Ach, het is hier alleen maar donkerder geworden. Dat groene licht, dat uit zeepbom is ook nog verdwenen. Laten we naar huis gaan, John. Breng morgen nou eens een knoop mee, Anne. Breng er eentje mee. John? Barbara? John... Margaret. Schei uit, Rosie. Ik tel alleen maar hardop. Tel dan zachtjes. Waarom? Het klinkt alsof je iemand roept wanneer je 3 maal achter elkaar Margaret zegt. Je zou even goed kunnen zeggen en. Of Jean. Waarom ook niet? En. Doe maar stil, Rosie. Jean. Zeg toch iets, Jean. Jean? Klinkt werkelijk goed. 5 voor 6. Wil je hem de spiegel even aangeven, hè? Je bent knap, Jean. Laat met rust, Rosie. Ik meen het. Vind je ook niet, Anne, dat Jean vandaag een beau jour heeft? Ik vind dat Jean er veranderd uitziet. Dat is niet aardig van je, Anne. Dat betekent dat ik al... Dat wilde ik niet zeggen. Maar je ziet er zo... zo glad uit vandaag. Glad? Er staat geen haartje bij jou overeind. Waarom zou mijn haar overeind staan? Ik bedoel, de wind heeft er geen vat op. Hoe zou de wind er vat op hebben, nou er geen wind is? En zou het klaarspelen. Haar haren zou nog in het luchtledige fladderen. In het luchtledige? Nu weet ik het, Jean. Zo zie je eruit. Jean, het is helemaal in orde. Alsof je in een luchtledige ruimte was. Alsof je zo zou blijven. Ik zou best in mijn schik zijn als ik zo bleef. Wat zeg je toch allemaal, en? Niets. Maar... ik zou niet graag voor altijd zo blijven als ik nu ben. Goh, kunnen jullie de deur niet openzetten? Je krijgt geen lucht hier. Je kan gaan als je lucht wil, en het slaat net 6 uur. Ik ga ook. Niet meer kibbelen, kinderen. Ik voel me erg goed vandaag. En Bill vindt je aardig, Jean. Goedenavond. Doe de deur achter je dicht, hè? Ik voel me moe, Rosie. En dat zou ik niet erg vinden als mijn ogen niet al door kleiner werden. Ach, kom Jean, zolang je nog maar mee kan kijken. Als Bill komt, kijk ik er niet meer mee.
Als Bill komt, gaan je de ogen open. Oh, ik wou dat hij... Zondag en... Juist op zondag. Ja, omdat Jean is uitgevallen. Maar we hadden toch afgesproken... Je moet er niet zo'n teleurgesteld gezicht zetten. Maar we zouden toch... Ik kon toch niet anders als alle anderen... Alle anderen, Rosie. Ja, en Bill. Bill. Precies, waarom vergeet ik die toch altijd weer? Als jij vertegenwoordiger bij ons was, kon je de hele zondag bij me blijven, John. Dood jammer dat ik dat niet ben. Ja. En ook niet wil worden. Wat jammer, hè, dat ik geen vertegenwoordiger bij jullie wil worden om bij jou te kunnen zijn. Neem het dan niet zo zwaar op, John. Het gaat toch maar om één zondag. En dat alleen maar omdat Jean niet gekomen is. En s'avonds? Hoe staat het met vanavond? Dan zouden we... We zouden met z'n allen iets gaan drinken. Zeker ook omdat Jean niet gekomen is. Laat me toch met rust, John. Op je gezondheid, Anne. Je bent dus toch gekomen. Ja. Daar ben ik blij om. Zeg, Bill. Ik ben gekomen omdat ik dacht dat alle anderen ook zouden komen. Is het heus? Ja, we hadden toch afgesproken dat we alle... Ik hoopte bijna dat je was gekomen omdat je dacht dat de anderen niet zouden komen. Oh, nee. Ik hoop het nog altijd. Ja, maar Bill, we zouden toch... Maar hoe dan ook, je bent er. Zullen we daarop drinken? Ja, we zouden vandaag het nieuwe model vieren. Het nieuwe model komt pas zondag. Oh, dan vraag ik me toch af. Vandaag vieren we jou. Maar ik zou niet weten waarom, Bill. Werkelijk niet. En? Ik zou niet weten wat er aan mij de moeite waard is om te vieren. Nieuw model ben je me nog altijd waard. Op je gezondheid, en... Bill, op je gezondheid. Ik ben toch blij dat ik gekomen ben. En overmorgen... Overmorgen vieren we die nieuwe knoop. En overmorgen... Er zal nu altijd wat te vieren zijn. Altijd heel veel knopen. Heel veel knopen. En heel dikwijls, Bill. Zo dikwijls als je wilt. Oh, ik ben blij. Als ik me voorstel... Dan moet je nu niets voorstellen. Als ik eraan denk... En ook nergens aan denken. Als ik me herinner... Dan moet je niets herinneren. Het zou me ook langzamerhand te veel geworden zijn. Ik was al bijna zover dat ik... Alles wordt nu heel eenvoudig. Ik zou het wel willen. Alles? Oh ja, Bill. Mijn kleine en. Oh ja, ik zou heel klein willen worden. Meer dan? En? Zo klein... Dat ik... Dat ik jou nog net in mijn hand zou kunnen houden. Dat zou ik graag willen. Ja? Oh ja. Maar de wijn is me helemaal de baas geworden. En je bent klein. En heel klein. Ja, maar ik moet weg. Zo klein dat je geen stap meer kunt verzetten. Ik geloof dat jullie vandaag de nieuwe knoop al vieren. John. Goedenavond. Dit is Bill. Ik dacht meteen al dat ik het zelf... In jullie afdeling... Als ik dat eens wist, John. Maar als je ze toch aanpakt, Anne. Als je er met je vingers overheen gaat, 1000 keer per dag. Dan weet ik ook alleen maar waarvan ze niet gemaakt zijn, John. Maar er moet toch iets zijn waarmee je ze kunt vergelijken? Hout bijvoorbeeld, of glas? Het is alsof ik kersen van een boom trek. En alsof ze allemaal steenhard zijn. Ik zou ze tussen mijn tongen verhemelten willen warmen en ze weer vruchten laten worden. En toch kan ik het niet, omdat ik ze moet tellen. Ach, ik praat onzin. Jean was vandaag erg moe. Ik ben het nu ook. Ze moet me aangestoken hebben. Het is helemaal geen onzin, Anne. We moeten blij zijn, John. Als ik blij ben, ben ik het liever uit eigen beweging. Doe nou, John. Je bent veranderd, Anne. Je gezicht... Het is hier alleen maar donkerder geworden. Dat groene licht, dat uit zeepbom is ook nog verdwenen. Laten we naar huis gaan, John. Breng morgen nou eens een knoop mee, Anne. Breng er eentje mee. John, Barbara, John, Margaret. Schei uit, Rosie. Ik tel alleen maar hardop. Tel dan zachtjes. Waarom? Het klinkt alsof je iemand roept wanneer je 3 maal achter elkaar Margaret zegt. Je zou even goed kunnen zeggen en, of Jean. Waarom ook niet? En. Doe eens stil, Rosie. Jean. Zeg toch iets, Jean. Jean, klinkt werkelijk goed. 5:56. Wil je hem de spiegel even aangeven, hè? Je bent knap, Jean. Laat me met rust, Rosie. Ik meen het. Vind je ook niet, Anne, dat Jean vandaag een beau jour heeft? Ik vind dat Jean er veranderd uitziet.
Dat is niet aardig van je, Anne. Dat betekent dat ik al... Dat wilde ik niet zeggen. Maar je ziet er zo... zo glad uit vandaag. Glad? Er staat geen haartje bij jou overeind. Waarom zou mijn haar overeind staan? Ik bedoel, de wind heeft er geen vat op. Hoe zou de wind er vat op hebben, nou er geen wind is? En zou het klaarspelen. Haar haren zou nog in het luchtledige fladderen. In het luchtledige? Nu weet ik het, Jean. Zo zie je eruit. Jean, het is helemaal in orde. Alsof je in een luchtledige ruimte was. Alsof je zo zou blijven. Ik zou best in mijn schik zijn als ik zo bleef. Wat zeg je toch allemaal, Anne? Niets. Maar ik zou niet graag voor altijd zo blijven als ik nu ben. Hoe kunnen jullie de deuren niet openzetten? Je krijgt geen lucht hier. Maar je kan gaan als je lucht wil, Anne. Het slaat net 6 uur. Ik ga ook. Niet meer kibbelen, kinderen. Ik voel me erg goed vandaag. En Bill vindt je aardig, Jean. Goedenavond. Doe de deur achter je dicht, Anne. Ik voel me... Inderdaad, we zaten er lang op te wachten. Ik ben hier naartoe gestuurd om ze terug te halen. Terug? Ja, er is iets niet helemaal mee in orde. Ja, maar ze zijn even mooi als altijd. Als ze niet nog beter gelukt zijn dan de vorige. Ze zijn niet in orde. Wat zou er dan nou mankeren? Het zit hem in de glans. Voor zover ik gezien heb. U kunt het nu niet zien, maar ze houden overdag met glimmen op. Ze worden dof in de zon. Ze blinken alleen 's nachts. Maar dat moet toch juist, juffrouw? Dat is juist de reden waarom ze gekocht worden. Niet één van de knopen die we tot dusver van u betrokken hebben, blinkt overdag. Bij deze was het wel de bedoeling. Nee, dan zou u blijven liggen. Dan hadden we in de verste verte niet zoveel bestellingen. Niet voor Jean en ook niet voor de nieuwe. Als u het wilt doorgeven, juffrouw, er zijn alweer heel wat bestellingen voor. Voor de nieuwe? Voor Rosie. Voor Rosie? En voor Anne. Voor Anne? Onder de oude voorwaarden. Ja, natuurlijk. Ja, weet u misschien wanneer het eindelijk zover is dat we ze krijgen kunnen? U werkt toch in de zaak? Dat mag u mij niet vragen. Ja, als u het allemaal wilt doorgeven, wij wachten op Rosie en Anne. Ja, ik geef alles door. Maar geeft u mij nu maar de knopen terug. Alleen Jean. Het spijt me heel erg, juffrouw. Maar zelfs zou ik het willen, zou ik het niet meer kunnen. Voor Jean lagen hier al zoveel bestellingen dat we ze meteen doorverkocht hebben, vlak voor u binnenkwam. Doorverkocht? Ja, aan een kleine winkel. Aan welke winkel, Anne? Die heeft hij mij genoemd. Het was ergens ver weg en ik moest met de ondergrondse. Wij zijn nooit in de buurt geweest, John. In de trein keek ik naar de mensen. Ik dacht steeds dat iemand Jean al op zijn jas droeg. Maar ik zag maar één keer Gladys bij een meisje op de roltrap toen ik overstapte. Ze fonkelde alsof ze alleen op de wereld was. Ik werd bang. Ik had nog altijd het gevoel dat Bill achter me aan zat, de hele rit lang. Ik zal het mijn hele leven hebben. Drink wat. Dan word je warm aan. Het was even na 5 toen ik de winkel vond. De kantoren gingen juist dicht en er waren een hoop mensen op straat. De etalage was maar zwak verlicht, maar de mensen verdrongen zich ervoor. Ik keek over hun schouders. Toen zag ik Jean. Jean? Ja, dat wil zeggen 12 van Jean. Ze lagen op een fluwelen plateau. Tussen plateaus met goedkopere sieraden, ringen met valse stenen, vergulde armbanden. Maar ze leken zo vervreemd van alle anderen, John. En stuk voor stuk weer zo vervreemd van elkaar. Zoals 12 mensen in een vliegtuig dat op het punt staat neer te storten. Helemaal niet meer als 1 persoon, John. Als iemand die je zou kunnen roepen of aanspreken. Maar ze blonken. En alle mensen die voor de vitrine stonden keken ernaar. Ik moest eraan denken dat Jean in haar hart altijd zo graag wilde dat veel mensen haar zagen. Ik keek er ook naar. Dus als mijn moeder gaat rusten en mijn vader naar de dierentuin gaat, is het nog lang niet. Ik ben benieuwd. Of waar ben je benieuwd naar, hè? Is het stil, Rosie? Wat heb je? Luister eens. Ik hoor niks. Het waren ook mijn voetstappen op straat. Ik dacht eigenlijk... Wat dacht je, Anne? Ik ben benieuwd of we het vandaag ook horen. Wat? Wat we anders altijd horen. Ach, kom, Anne. Ik ben er werkelijk benieuwd naar of we het vandaag ook zullen horen. Ik zou niet weten waarom we het vandaag niet zullen horen. Ja. Waarom zouden we het eigenlijk vandaag niet horen? Kwam Jack nou maar. Het is pas 4 uur. En Bill, is het niet? Wat bedoel je? Niets.
Jack zei alleen dat hij wou... Dat Bill wou... Wat wou hij? Hij wou de nieuwe knoop meebrengen. Het moet een mooie knoop geworden zijn en... tomaatkleurig. Zo. Jack zegt dat het er eerst op leek alsof hij een aardbeikleur zou krijgen. Maar nou is hij toch tomaatkleurig geworden. En langwerpig. Ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat een knoop aardbeikleurig of tomaatkleurig wordt. Jack zegt dat het er eigenlijk helemaal niet op aankomt. Verkocht wordt hij in elk geval. Ja. En bovendien zegt Jack, blijft het daar niet bij? Volgens hem komen er nog meer nieuwe knopen. En gauw. Wat wordt het hier warm. Buiten ziet het eruit alsof het gauw gaat regenen. Heimwee naar de haven en? Laat me met de rust, Rosie. Dat doe ik toch. John Margaret Grace. Margaret Grace. John. Heus en? Het wordt tijd dat we eindelijk nieuwe knopen krijgen. Hoor je het nu? Ja. En eigenlijk klinkt het erg plezierig. Echt waar, vandaag ben ik blij dat ik het hoor. Je voelt je er minder verlaten door. Het maakt de zondag gelijk aan alle andere dagen. Het heeft langer geduurd dan anders. Dag meisjes. Bill, daar ben je dan eindelijk. Dag Jack. Dag kinders. Fijn dat jullie ook op zondag hier bent. Net of we samen al een gezellige grote familie zijn. De dag heeft lang geduurd. We wilden eerst het juiste licht afwachten. Voor onze nieuwe knoop. Het juiste licht? Of liever de juiste donkerte. Dan kunnen jullie beter die bijzondere glans zien. De tomaatkleur. Ja, bij alle andere dingen wacht je het licht af. En als het in de zaak al donker is, dan neem je ze mee naar de deur om nog het laatste straaltje zonlicht erop te krijgen. Bij alle andere dingen. Ja, juist om bij daglicht niet teleurgesteld te... Waar wil je heen, John? Overal waar jij niet heen wilt. Wat betekent dat? Misschien ga ik naar de haven, naar alles wat nu niet meer op jouw weg ligt. Misschien ga ik ook naar Jean om het zaakje af te ronden. Misschien interesseert het mij erachter te komen wat er scheelt. En waarom dagenlang niemand het de moeite waard vindt om haar te informeren. Zelfs niet jou, meneer Bill. Je doet Bill onrecht, John. Je mag niet zo zwaar opnemen. Wilt hij immers alleen maar wat drinken? Ik weet het wel. Ik neem alles veel te zwaar. Jullie wilden alleen maar wat drinken. En het klettert maar een heel klein beetje in jullie zaak. Het is pas 8 dagen geleden dat Jane ziek werd. En dat jij niet bij haar op bezoek bent geweest. Dat is jouw zaak. Ja, dat weet ik. Ja. Jij kunt geen werk vinden, John. Maar iedere dag maak je mij van streek. Iedere dag vraag je me over dat belachelijk kleine beetje lawaai in de zaak. Je verlangt van mij dat ik naar Jane ga. En misschien zelf wordt. En je verlangt dat ik mij afzijdig houd wanneer alle anderen wat gaan drinken. Ik vraag me af wat er van ons moet worden als ik doe wat jij van me verlangt. Ik vraag me af wat er van ons worden moet als je dat niet doet. Zie eindelijk maar eens een baan te krijgen, John. En kom dan bij me terug en vertel me dan alles nogmaals. Er zijn gevallen dat je daar niet op kunt wachten. Maar in mijn geval niet, John. Allang niet meer. Goed dat ik het nu te weten kom. Ga maar, John. Ga maar naar je haven. Ga maar naar Jean als je geen ander werk vindt. Dat zal ik, en daar kun je zeker van zijn. Laat het toch gaan, en. Hoop. Nu wordt alles heel eenvoudig. En toen zei hij, nu wordt alles heel eenvoudig. Dat zeg ik al lang. En John? Hij zei in zijn kwaadheid dat hij bij Jean op bezoek wou. Hij dacht dat Bill en ik... Ik ben benieuwd of je vandaag weer opwacht beneden. Ik weet het niet. Maar ik zou het liefst niet naar beneden gaan. Werkelijk, Rosie. Het liefst zou ik de hele nacht hier blijven. En zou je dan niet bang zijn? Nee. Ik zou niet bang zijn. Ik ben nu bang om naar huis te gaan. Voor die eeuwigdurende kou en de regen buiten. Voor de zon die klokslag 6 uur beneden op mij staat te wachten. Wie weet. Krijgen we het nog een keer voor elkaar dat we ook de hele nacht hier kunnen blijven? Wie weet... En daarom dacht ik, ik kom toch bij jullie. Ik wil knopen verpakken of dozen inladen. Het kan me allemaal niet schelen. Toen ik gisteravond buiten rondwaalde, wist ik opeens dat ik het beu was. Ik dacht dat je Jean wilde gaan opzoeken. Ik wist niet eens haar huisnummer. Het was ook veel te laat. Dat dacht ik meteen al. En waarom zou ik me over Jean ongerust maken, zolang jij met Bill samen was... En hij op het ene cognacje na het andere trakteerde. Ik kon het hem niet weigeren. Het hield verband met de zaak. Daarom juist, Anne. Alles hangt met de zaak samen. En ik kan het niet verwerken dat jij daar de hele dag vast zit en nu ook nog de avonden.
terwijl ik... Ik was vandaag ook weer op het vink. Elke dag sorteren. Wat de ouwe ermee doet. Als hij er één verkoopt, leeft hij er een hele tijd van. Bill zegt alleen de provisie al. Ja, maar de anderen die overblijven. Maak je daar geen zorgen over, Anne. Ik vraag me af, waar komen die knopen vandaan? Nou, waarvan worden ze gemaakt, Anne? Van stof en schildpad en ivoor. Ik bedoel die in jullie afdeling. Als ik dat eens wist, John. Maar als je ze toch aanpakt, Anne. Als je er met je vingers overheen gaat, 1000 keer per dag. Dan weet ik ook alleen maar waarvan ze niet gemaakt zijn, John. Maar er moet toch iets zijn waarmee je ze kunt vergelijken. Hout bijvoorbeeld, of glas. Het is alsof ik kersen van een boom trek. En alsof ze allemaal steenhard zijn. Ik zou ze tussen mijn tongen verhemeld willen warmen en ze weer vruchten laten worden. En toch kan ik het niet, omdat ik ze moet tellen. Ach, ik praat onzin. Jean was vandaag erg moe. Ik ben het nu ook. Ze moet me aangestoken hebben. Het is helemaal geen onzin, Anne. We moeten blij zijn, John. Als ik blij ben, ben ik het liever uit eigen beweging. Doe nou, John. Je bent veranderd, Anne. Je gezicht... Ach, het is hier alleen maar donkerder geworden. Dat groene licht, dat uit zeepbom is ook nog verdwenen. Laten we naar huis gaan, John. Breng morgen nou eens een knoop mee, Anne. Breng er eentje mee. John, Barbara, John, Margaret. Schei uit, Rosie. Ik tel alleen maar hardop. Tel dan zachtjes. Waarom? Het klinkt alsof je iemand roept wanneer je 3 maal achter elkaar Margaret zegt. Je zou even goed kunnen zeggen en, of Jean. Waarom ook niet? En. Doe maar stil, Rosie. Jean. Zeg toch iets, Jean. Jean, klinkt werkelijk goed. 5:56. Wil je hem de spiegel even aangeven, hè? Je bent knap, Jean. Laat met rust, Rosie. Ik meen het. Vind je ook niet, Anne, dat Jean vandaag een beau jour heeft? Ik vind dat Jean er veranderd uitziet. Dat is niet aardig van je, Anne. Dat betekent dat ik al... Dat wilde ik niet zeggen. Maar je ziet er zo glad uit vandaag. Glad? Er staat geen haartje bij jou overeind. Waarom zou mijn haar overeind staan? Ik bedoel, de wind heeft er geen vat op. Hoe zou de wind er vat op hebben nou er geen wind is? En zou het klaarspelen. Haar haren zou nog in het luchtledige fladderen. In het luchtledige? Nu weet ik het, Jean. Zo zie je eruit. Jean, het is helemaal in orde. Alsof je in een luchtledige ruimte was. Alsof je zo zou blijven. Ik zou best in mijn schik zijn als ik zo bleef. Zeg je toch allemaal...